Welkom bij de vergadering van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vandaag staat er op de agenda een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet Toekomstpensioenen. Ik heet in de eerste plaats uiteraard onze genodigden, de sprekers van harte welkom. En vanaf vandaag ook weer de gasten op de publieke tribune. Wat fijn dat u er weer kunt zijn en wat fijn dat we ook na 2 jaar corona de vergaderingen weer op normale wijze kunnen hervatten. Uiteraard heet ik ook de commissieleden van harte welkom. Ik zal ze kort aan u voorstellen. U kent ze natuurlijk allemaal. Dat is de heer Smals van de fractie van de VVD. De heer Van Kent van de fractie van de SP. Mevrouw Palland van de fractie van het CDA. Er zijn net stemmingen geweest in de plenaire zaal. Ik denk dat een aantal commissieleden zullen binnendruppelen. Ik heb in ieder geval van 2 commissieleden begrepen dat ze iets later zullen zijn vanwege plenaire verplichtingen. Dat is de heer Omtzigt. Die heeft een 2 minuten debat, zal later aanschuiven. En mevrouw Van Beukering heeft een regeling op de agenda staan en zal ook later aanschuiven. De genodigden hebben ook te horen gekregen dat zij ieder 2 minuten de tijd hebben om kort een introductie te geven op het punt wat zij over het voetlicht willen brengen. En dan wil ik graag beginnen met de heer De Brouwer. Aan u het woord. Over dit onderwerp is het eigenlijk al de 3e keer dat ik de Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag toespreken. De eerste keer was dat nog voor de verkiezingen in de oude samenstelling. Ik moet eerlijk zeggen dat het effect van mijn inbreng minimaal is. Wat ik ook zeg, of ik hoog of laag spring, of ik beweer dat het echt anders moet. De trein rijdt gewoon door langs hetzelfde spoor. En gaat niet eens langzamer. Dus je vraagt je af, wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb een position paper geschreven. Daar staat denk ik duidelijk in, met name het onderwerp solidariteit, waar u om gevraagd heeft om dat extra te belichten. En dat spreekt voor zichzelf. En verder, ik heb heel erg de neiging om tegen de Kamer te zeggen, doe dit nou niet. Neem dit wetsontwerp nou niet aan. Het is een ramp. Het kan zo eenvoudig hersteld worden door wat we nu hebben enigszins aan te passen. Maar ik weet eigenlijk wel dat het staat natuurlijk in het regeerakkoord. En het is notabene ook nog een polderakkoord. En die 2 dingen samen die zorgen er eigenlijk voor dat het in graniet gehouden is en ontoegankelijk. Desalniettemin zou ik u op het hart willen drukken om heel kritisch naar het wetsontwerp te kijken, omdat het wetsontwerp aanzienlijk verder gaat dan het pensioenakkoord. Je kunt wel zeggen, we moeten het pensioenakkoord uitvoeren en daar is ook wel wat voor te zeggen. Maar moet dat nou op zo'n manier, door alles er nog eens bij te halen en het veel ingewikkelder te maken dan het strikt noodzakelijk is? Daar wil ik me even toe beperken. Dank u wel, meneer De Brouwer. Mevrouw Drijvers. Allereerst veel dank voor de uitnodiging om hier het perspectief van zelfstandig ondernemers naar voren te brengen. Ik zou hier, vooral naast wat ik in het position paper heb geschreven, graag nog 3 punten met u langslopen. Eigenlijk weten we het allemaal wel, want het wordt heel vaak gezegd. Maar ik wil het hier nogmaals gezegd hebben dat de groep zelfstandig ondernemers zeer divers is. We hebben ondernemers met personeel en zonder personeel. We hebben ondernemers die producten verkopen en ondernemers die diensten verlenen. We hebben ondernemers die vooral voor consumenten werken en anderen werken weer vooral voor organisaties. Een aantal zaken hebben deze ondernemers echter wel met elkaar gemeen. En dat is de behoefte aan flexibiliteit en geld op de bankrekening. Het laatste heeft immers veel zelfstandigen tijdens de coronacrisis er doorheen geholpen. Er zijn inmiddels ook veel werkenden die werknemer zijn en die daarnaast ook ondernemer zijn. En werkenden die het ene moment ondernemer zijn en het volgende moment weer werknemer. Dit betekent ook dat het inkomen van het huishouden heel divers is. En het valt mij op dat de meeste onderzoeken over pensioen zich alleen richten op het individu en niet op het huishouden. Als ik dit dan op mijzelf betrek als zelfstandig ondernemer, dan kom ik niet goed uit al deze onderzoeken. Maar is ons inkomen voor de oude dag eigenlijk prima, dankzij een goed tweede pijlerpensioen van mijn echtgenoot.
En dit is de realiteit van veel zelfstandig ondernemers. Het volgende punt dat ik wil benoemen zijn de pensioenexperimenten. We staan in beginsel positief tegenover deze experimenten, maar zien ook wel een aantal knelpunten. Er kan momenteel eigenlijk alleen maar worden geëxperimenteerd op basis van oude wetgeving en niet op basis van de nieuwe pensioenwet. Daarmee zijn de uitkomsten van de experimenten niet erg bruikbaar voor de toekomst. En ook de behoefte van de zelfstandige ondernemers is in deze experimenten niet het uitgangspunt, maar wordt er vooral gekeken hoe de zelfstandige ondernemer in het keurslijf van de werknemer kan worden gedwongen. De tweede pijler is volledig ingericht op een voorziening voor werknemers en wordt beschouwd als een arbeidsvoorwaarde en is de resultante van arbeidsvoorwaardenoverleg. Het toevoegen van zelfstandigen aan deze pijler is een zware opgave. Onder andere vanwege het gebrek aan flexibiliteit, omdat zelfstandigen geen onderdeel uitmaken van het arbeidsvoorwaardenoverleg en omdat veel zelfstandigen niet onder een bepaalde sector zijn te scharen of daarin ook regelmatig switchen. Wij horen van onze achterban en zien ook in onderzoeken terug dat zelfstandigen veel meer behoefte hebben aan andere zaken dan in de tweede pijler kan worden geboden. Modernisering zou daarom geen kwaad kunnen. Het laatste punt wat ik wil bespreken is de vrijwillige voortzetting. Daar zien wij wel degelijk mogelijkheden. De verruiming en een wat meer flexibele insteek daarvan kan veel werkenden die al heel wat jaren in de tweede pijler pensioen hebben opgebouwd, helpen om hun pensioenopbouw in deze pijler voort te zetten. Vooral wanneer ze als zelfstandigen verder door het leven gaan. En dat zijn er best veel, zo laat het CBS ook zien. Wettelijke verbeteringen hierop zien wij als een belangrijke aanvulling op de nieuwe wet. En het is helaas een gemiste kans dat in de nieuwe wet hier niets mee is gedaan. Dank u wel. U ook bedankt, mevrouw Drijvers. Het woord is aan de heer De Jong. Ik wil graag eerst een korte introductie geven van Pensioenlab. Pensioenlab is een initiatief van de jongerenbonden van FNV, CNV en VCP. En zet zich onder andere in om jongeren een stem te geven in pensioenvraagstukken en de diversiteit in pensioenfondsorganen te vergroten. Pensioenlab vertegenwoordigt geen ledenachterban, maar er zijn wel veel jongeren die via Pensioenlab discussiëren over pensioen en adviezen uitwerken aan de sector. Jongeren en pensioen is misschien niet de eerste combinatie waar hij aan denkt. Dat blijkt alleen maar weer als ik om me heen kijk uit de hoeveelheid ouderenorganisaties die hier zijn uitgenodigd. Maar jongeren hebben net zoveel belang bij pensioen als ouderen. En het lijkt misschien alleen wat minder urgent voor ze. Dat is echter niet zo. Ze gaan immers op den duur ook met pensioen. En er gaat een flink deel van hun loon naar pensioen. Jongeren denken zelf ook vaak niet na over hun pensioen. Of vinden de informatie die er is lastig te begrijpen of te vinden. En wij willen dat dit verbetert. Vooral nu er in de komende periode lastige keuzes voor en door jongeren gemaakt moeten worden omtrent de nieuwe wet en hun pensioen. En er nog hevigere gevolgen zijn voor jonge werkenden die geen pensioen of heel weinig pensioen opbouwen. Dit zijn de zogenaamde witte vlekken of grijze vlekken. Door het effect van de afschaffing van de doorsneesystematiek wordt de zwaarte van de pensioenopbouw aan het begin van de carrière gelegd. Als er aan het begin van de loopbaan geen pensioen wordt opgebouwd, is dit later nauwelijks of heel duur om in te halen. Daarnaast kan de afschaffing van de doorsneesystematiek bij het invaren voor een pensioengat zorgen, waarvoor compensatie dient te komen. Ons grootste zorgpunt is dan ook dat jongeren hierdoor essentiële pensioenopbouw gaan missen. Positief aan het nieuwe stelsel is de duidelijkheid die het schept over de ingelegde premie en het opgebouwde pensioen. En het zal een einde maken aan de lange discussie over verdeling van vermogen tussen jong en oud. Zo denken ouderen nu vaak dat pensioenvermogen naar de jongeren gaat. En denken jongeren vaak dat er niks voor hen overblijft. Dit zal in het nieuwe stelsel duidelijker worden, omdat iedereen dan inzicht heeft in wat hij zelf opgebouwd heeft, doordat iedereen een eigen pensioenvermogen heeft. Dank je wel. Dank u wel, meneer De Jong. Mevrouw Schrover. Ergens tussen deze eerste en tweede ronde heeft u al uw vraag moeten stellen aan de minister over deze wet. En dat is best vreemd, want ja, we zitten hier toch eigenlijk vandaag. Hè? Maar net als Rob de Brouwer hadden wij ook al niet het gevoel dat de geleverde inbreng er nog heel veel toe gaat doen. Talloze topdeskundigen hebben hun ernstige en sterk onderbouwde bezwaren bij deze wet langs talloze wegen geuit. Maar we krijgen niet de indruk dat ze ook maar enig effect gaan hebben. Deze trein moet door, kost wat kost.
Bestaande pensioenrechten van mensen worden ingevaren, maar hun individuele bezwaarrecht wordt uit de wet geschrapt. Individualisering van pensioenen wordt op onverantwoorde wijze doorgezet en dat wordt ons allen gepresenteerd door een verenigd front van politiek, toezichthouders, sociale partners en pensioendenktank Netspar. Betaald door ministeries, Nederlandse Bank, commerciële partners, waaronder alle grote verzekeraars en zelfs BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Alle partijen hebben daarin belangen. Niet zelden contrair aan die van de deelnemers en gepensioneerden. Die laatste hebben hun seniorenverenigingen. Die weinig invloed hebben, laten we maar eerlijk vaststellen. En hun individueel bezwaarrecht. En dat wordt geschrapt. Die eerste, als ze kritiek hebben op de pensioenwet, worden ze als pensioenwappies weggezet. Bij grote delen van de Nederlandse bevolking, werkend en gepensioneerd, jong en oud, is er onwetendheid over de gevolgen van deze stelselherziening. Bij degenen die zich er wel in hebben verdiept, is er behoorlijk wat weerstand. Dat wordt een beetje afgedekt door hun verenigingen, waaronder de vakbonden. Er is een juichstemming over iets waar helemaal niet over te juichen valt, want het is een slechte wet, vinden wij. Maar hij wordt wel verkocht als een wet die zicht op indexatie gaat bieden. Ik vrees dat het voor velen bij zicht blijft. Het grote probleem in het huidige stelsel, de rekenrente die al 14 jaar indexatie van pensioen en pensioenopbouw in de weg staat, wordt met deze stelselherziening niet opgelost. Wel komen er nieuwe problemen bij. Zo houdt het wetsvoorstel bijvoorbeeld geen rekening met de mogelijk langdurige en forse inflatie die nu reeds is ingezet. Bij KBO Brabant, belangenvereniging van 120.000 senioren, waar ik voor werk, spreken wij wekelijks met bezorgde leden die al 14 jaar op de nullijn staan. Een pensioen van €600 bruto per maand in 2009, en dat is ongeveer het gemiddelde pensioen, is in 2022 nog steeds €600 bruto per maand. De koopkracht van die €600 is echter fors geslonken en het ziet er niet best uit voor de toekomst. De machteloosheid is groot en bij velen overgegaan in boosheid. Onze leden zijn begonnen met sparen voor hun pensioen in de jaren 60 en 70. Toen hadden de fondsen nog vrijwel geen vermogen opgebouwd. Met hun levenseinde in zicht, de gemiddelde leeftijd van onze leden is 78 jaar, lezen zij in de krant dat er inmiddels bijna 2000 miljard in de Nederlandse pensioenfondsen zit. En dat bedrag is sinds de crisis verdrievoudigd, terwijl zij onafgebroken sindsdien op de nullijn blijven staan met hun aanvullend pensioen. Bijna 2000 miljard is een fantastische erfenis voor jongere generaties. Uniek in Europa, want alle andere eurolanden stappen jongeren in pensioenstelsels zonder reserves. Als die 2000 miljard aan reserves geen tastbaar voordeel opleveren ten opzichte van landen waar men helemaal niets heeft gespaard, waarom hebben we dat dan ook überhaupt ooit gedaan? De cumulatieve waarde van 14 jaar gemiste indexatie voor gepensioneerden is niet hoger dan 40 miljard. Een hoop geld, maar als we zien wat er met deze stelselherziening aan geld doorheen gestampt wordt, dan is het een schijntje. Gezien de enorme pensioenerfenis die wij in Nederland voor jongere generaties hebben klaargelegd, kunnen we onmogelijk aan oudere generaties uitleggen dat het geld er niet is. Wij kunnen niet uitleggen dat de rendementen niet gemaakt zijn. We kunnen ook niet uitleggen waarom er in Duitsland en België wel wordt geïndexeerd, terwijl de reserves daar veel kleiner zijn. En niemand kan uitleggen hoe een stelsel wat beslag legt op 200% van het bruto nationaal product ooit houdbaar zou kunnen zijn op wereldschaal. Wat we wel kunnen uitleggen is datgene wat wij waarnemen. Dit kabinet, en met steun van een meerderheid in de Kamer vrees ik, weegt de risico's voor volgende generaties veel zwaarder mee dan de pijn van de huidige generatie gepensioneerden. Al 13 jaar geen indexatie van pensioen. Niet 3, 5 of 7 jaar, maar 13 jaar nullijn en soms zelfs korter. Om te voorkomen dat er in de toekomst misschien een keer niet geïndexeerd kan worden. Over solidariteit gesproken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schrover. Het woord is aan de heer Kerstens. Dank u wel, voorzitter. Pensioen is bij uitstek een kwestie van vertrouwen. Maar als je pensioen al 13 jaar niet is verhoogd, terwijl je om je heen alles duurder hebt zien worden en je pensioenfonds wat jaar in jaar uit geweldige rendementen behaalt, dan verdwijnt dat vertrouwen. Dat er iets moet veranderen, dat is dan ook duidelijk. Om dat vertrouwen terug te winnen door voor een koopkrachtig pensioen te zorgen, want dat is de kern. Dat dat een pensioen moet zijn dat past bij de arbeidsmarkt van morgen en overmorgen, dat goed uit te leggen, goed te snappen is, dat is logisch en ook noodzakelijk. Maar dat is ook een hele toer.
Zeker als daar nog andere wensen bij komen. Het afschaffen van de doorsneepremie, hetgeen een ingewikkelde compensatie nodig maakt. Het creëren van eigen pensioenpotjes, waardoor er zo mogelijk nog ingewikkeldere exercitie moet plaatsvinden om die grote pensioenvermogens te verdelen onder heel veel mensen. Dat alles heeft geleid tot een zeer omvangrijk wetsvoorstel, een complex wetsvoorstel, te complex. Zo waarschuwde deskundigen uit pensioenpraktijk en wetenschap u onlangs nog in een eerder rondetafelgesprek. Het heeft ook geleid tot een voorstel dat niet al die beloftes waarmaakt, niet al die wensen honoreert. En dat het vertrouwen dus niet terugbrengt. Niet voor mensen met zware beroepen die niks terugzien in het wetsvoorstel. Niet voor jongeren die niet onder een pensioenregeling vallen, want daar gaan ze ook niet onder vallen na dit wetsvoorstel. En niet voor gepensioneerden. Want wat willen die laatsten nou eigenlijk? Die willen in de allereerste plaats een pensioen dat verdere uitholling van hun koopkracht voorkomt. In het nieuwe stelsel, maar ook in de aanloop daarnaartoe. De gemiddelde gepensioneerde is inmiddels 77 jaar. Senioren willen comfort bij een eerlijke overstap naar zo'n nieuw stelsel. Waarbij wat scheef gegroeid is, wordt rechtgetrokken. Waarbij wordt gekeken naar dat zij jarenlang op de nullijn hebben gestaan, terwijl die pensioenvermogens tot aan het dak zijn gegroeid. En ze willen voldoende zeggenschap. Die drie punten zitten alle drie onvoldoende in het wetsvoorstel. En wij doen dan ook graag een beroep op de Kamer in uw rol als medewetgever om zorgvuldigheid voor snelheid te laten gaan. Hetzelfde pleidooi waar een redelijk aantal deskundigen pas voor pleiten. In verband met die complexiteit. Maar ik doe ook een beroep op de Kamer in uw rol als volksvertegenwoordiger. Want natuurlijk, een goede pensioenregeling moet goed zijn voor jong en oud. Maar als de mensen die de gevolgen van een goede pensioenregeling direct in hun portemonnee voelen, namelijk gepensioneerden, als die er geen vertrouwen in hebben, als die er onvoldoende vertrouwen in hebben, dan moet u daar iets mee. In ons position paper hebben we een aantal concrete voorstellen gedaan op de hoofdpunten die ik net noemde. En mocht u daar vragen over hebben, dan ben ik uiteraard meer dan bereid om die te beantwoorden. Dank u wel, meneer Kerstens. Zoals u ook weet uit uw ervaring uit het verleden, is het nu de beurt aan de commissieleden om vragen aan onze genodigden te stellen. Fractie van GroenLinks, de heer De Jong van de fractie van de PVV en de heer Nijboer van de fractie van de PvdA. En laatstgenoemde heeft me ook laten weten dat hij iets na vijven moet vertrekken vanwege plenaire verplichtingen. Dat u daar dus ook rekening mee houdt en niet voor verrassing komt te staan op het moment dat u de heer Nijboer weg ziet lopen. Het is dus geen onwil, maar andere verplichtingen. Dus ik zou ook willen voorstellen, meneer Smals, om voor de verandering een keer te beginnen aan die kant. Dus meneer Nijboer, als u een vraag heeft, kunt u die stellen. En het zou ook heel fijn zijn als u een vraag gericht kunt stellen aan één van de vijf sprekers. De heer Nijboer. Dat kan ik. Dank u wel, voorzitter. En ook excuus dat ik wat later binnenkwam. Dat is ook omdat de plenaire nog een regeling was over de voorjaarsnota, waar ik ook even bij moest zijn. En mevrouw Katman, mijn collega, die vervangt mij voor het in het tweede deel. Dus we zijn wel vertegenwoordigd als PvdA. Ik stel mijn vraag dan ook een beetje noodgedwongen aan een van de twee laatste sprekers, omdat ik de eerste niet heb gehoord. En dat is dan aan mevrouw Schrover. Ja, want de heer Kerstens spreek ik anderszins ook nog wel eens als oud-collega. En u hult een stevig pleidooi om zo snel mogelijk te indexeren. En ook maakt het duidelijk hoe hoog de nood voor ouderen is. Zeker nu met die hoge inflatie. En ik vraag u of dat in het huidige stelsel, de afgelopen jaren is dat natuurlijk niet gebeurd. Of u daar ook mogelijkheden ziet in het nieuwe stelsel wat het kabinet voorstelt. Dank u wel. De heer De Jong. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ja, ik twijfel, moet ik nou de heer De Jong? Niet op vanwege zijn achternaam alleen hoor, ook vanwege het feit dat ik eindelijk iemand, een jong iemand zie, die zich ook zorgen maakt, ook met betrekking tot die doorsneesystematiek. Hoe gaat het allemaal? Eindelijk hoor ik daar een mooi, helder betoog van. Maar daar ga ik niet de vraag over stellen. Ik ga de vraag stellen aan mevrouw Schrover. En dat heeft te maken met wat mij erg triggerde. Dat was, ja, volgens mij zit ik hier gewoon voor spek en bonen. Ik heb het gevoel dat ik hier zit en dat ik aan het einde van de rit nog een keer wat mag vertellen, maar dat eigenlijk helemaal geen zin heeft. En dat alleen al zou de Kamer zich enorm moeten aantrekken. Het feit dat er ouderen zijn in Nederland, gepensioneerden zijn in Nederland, die zich gepakt voelen en niet gehoord. Mijn vraag aan mevrouw Schrover is, als u nou kijkt naar die hele afgelopen jaren, niet alleen het feit dat er al 13 jaar niet is geïndexeerd, maar ook de leugen die elke keer naar voren is gebracht, alsof ouderen het pensioen van de jongeren zouden willen opeten en andersom. Wat doet dat met de ouderen? En kunt u ook concreet aangeven wat het financieel doet met ouderen die afgelopen 13 jaar? Welke concrete problemen lopen ouderen nu tegenaan?
Niet alleen die inflatieproblematiek die we nu hebben, maar ook het feit dat ze al 13 jaar lang eigenlijk op nul zitten en erger dan dat, achteruitgang. Dank u wel, meneer De Jong. Mevrouw Matoeg. Dank, voorzitter. En ik ga mijn vraag dan aan de heer De Jong stellen. Maar daarvoor wil ik wel even gezegd hebben dat ik alle sprekers wil bedanken, ook voor de position papers. En dat ik dit een hele belangrijke sessie vind. Net als de sessie die we hiervoor gehad hebben, de ronde tafel. Ik zat in de voorbereidingsgroep. En tegen collega wil ik zeggen, volgens mij zitten we hier niet voor spek en bonen. We zitten hier voor een controlefunctie. De vorige keer heb ik gigantisch meegepend. We lezen alles wat we krijgen, ook nu weer. We hebben vragen gesteld. Als we meer vragen willen stellen, gaan we meer vragen stellen. Ik kan in ieder geval alleen vanuit mezelf en mijn fractie spreken. Wij nemen deze behandeling enorm serieus. En ook onze controlefunctie daarin. En ik ben heel blij dat u hier alle bent en dat u de ruimte krijgt om het hele verhaal te vertellen in de meerstemmigheid die er is. Want dit thema is veel te belangrijk om snel af te doen. En ik ben ook blij met de meerstemmigheid die we de vorige keer hadden en ook vandaag weer. Mevrouw Schoven voelde zich... Nee, ik ben ook blij met uw vraag en ik wilde dit even, delen. Toch, mevrouw Matoeg, als u mij even een momentje gunt, dat zeg ik ook tegen de heer De Jong, niet alleen in uw richting. Ik zou graag willen dat de politieke oordeelsvorming, dus dat u dat echt opspaart voor het debat. We hebben straks een wetgevingsoverleg, daarna nog een wetgevingsoverleg, een plenaire behandeling. Dus het kan echt ruim voldoende aan de orde komen. Dus ik zou u, maar ook de heer De Jong, eventueel ook de volgende sprekers willen vragen om politieke oordeelsvorming even achterwege te laten en echt strikt de vraag te stellen aan onze genodigden. Het is gewoon een hele uitgebreide waardering, voorzitter, maar ik hoor wat u zegt. Mijn vraag zal kort zijn. In de position paper van het Pensioenlab wordt aangegeven dat een grote groep mensen en ook jongeren geen pensioen opbouwen. Waarom is dat een probleem en hoe kunnen we dat beter maken, vraag ik aan de heer De Jong, voorzitter. Dank u wel, dank u wel. Ik stel voor dat ik eerst het woord geef aan mevrouw Schrover voor de vraag van de heren Nijboer en De Jong. En daarna de heer De Jong voor de beantwoording van de vraag van mevrouw Matoeg. Mevrouw Schrover. Ik heb geprobeerd alles te noteren. Als ik iets mis, zegt u het. Indexeren. Ik zie daar nu met deze inflatie, die snel oploopt, meer kansen voor in het huidige stelsel dan in het nieuwe stelsel. Dat is ook zo wrang, hè? Dat we 13 jaar nullijn hebben gehad, dat een bodemrente van 2%, voorgesteld onder andere door Martin van Rooyen, die hier in de zaal zit, dat kon niet. Nu gaat die rente ongetwijfeld veel hoger dan die 2%. En nu gaan we in één keer proberen we een wet erdoor te jassen en liefst ingaande per 1 januari 2023, zodat zicht op indexatie voor ouderen echt verdwenen is. Want zij worden vastgepind in obligatiebeleggingen en risicomijding. En dan gaat het er gewoon niet meer van komen. Dat vind ik heel wrang, dat hard verankerd wordt in deze wet. Jongeren krijgen relatief meer aandelenbeleggingen en ouderen de obligatiebeleggingen. Maar wie wil die? Als die op 1 of 2 of 3% zelfs staan, als de inflatie 7% is. Die wil niemand. Dus ik zie nu, na al die jaren nullijn, met een hele lage rentevoet, zie ik indexatie eindelijk in zicht komen. En dan komt er een ander spelletje, wordt er dan gespeeld. En dan komt er een nieuwe pensioenwet. Ik zou nu juist zeggen, nee, laat hem nou maar gewoon zoals die is. Maar dat is niet eerlijk. Want het paradoxale is natuurlijk dat de waarde van de beleggingen wel omlaag gaat. Die was heel hoog, die gaat nu omlaag. En nu zouden we kunnen gaan indexeren omdat de rente omhoog gaat. Heel raar. En daar moet je iets aan doen. Maar dat is niet een nieuwe pensioenwet. Dat is herstellen van kleine onvolkomenheden in de bestaande pensioenwet. Ik vind het ook heel vervelend dat er zo'n jong-oud conflict is opgezet. Dat is helemaal niet nodig, want zijn zorg is ook die van ouderen. Als van geen ander zou ik zeggen, het gaat om hun kinderen, het gaat om hun kleinkinderen. We hebben een prachtig pensioenstelsel in de kern. Het is een beetje de fouten moeten eruit, want als het huidige pensioenstelsel met al die gespaarde vermogens niet leidt tot geïndexeerde pensioenen, dan doen we iets niet goed. Dat moet gewoon kunnen. En dat is in het belang van jong en oud. Die hele flexibilisering van die arbeidsmarkt hoef je niet zo gelukkig mee te zijn.
En dat dat nu uitgerekend als een voet tussen de deur wordt gebruikt om naar een nieuw pensioenstelsel over te gaan, dan denk ik, nou, los dat probleem op de arbeidsmarkt op in plaats van in het pensioenstelsel. Daar zijn jongeren ook bij gebaat. Maar die leugen die is er wel gekomen, terwijl er de laatste jaren natuurlijk vooral een grote overdracht van pensioenvermogen van oud naar jong heeft plaatsgevonden. Is dat heel erg? Nou, ik zou denken, nou, het is eigenlijk ook wel gegund. Maar gun dan die ouderen ook hun indexatie. En het kan. Het kan gewoon. Wat doet het met ouderen die al jaren op die nullijn zitten met hun aanvullend pensioen? Ja, veel als je ziet wat het gemiddeld aanvullend pensioen is. En wat de prijsstijgingen zijn. Ik hoef het allemaal niet te noemen, de energie en de levensmiddelen. En het betekent ook dat ouderen die langer in hun zelfstandig huis moeten blijven wonen, die kunnen ook eigenlijk geen kant op. Je krijgt geen hypotheek meer als je over een bepaalde grens bent. En al helemaal niet als je pensioen stilstaat. Dus ook voor woonaanpassingen en andere inhuur van hulpmiddelen is steeds minder geld beschikbaar. En dat is wel een probleem als we de zorg hebben afgebouwd. En daarnaast, ja, of je nou veel of weinig pensioen hebt opgebouwd en dus ook gespaard, het is wel datgene waar jij een dag voor in de week gewerkt hebt, je werkzame leven lang. En hoe eerlijk is het dan dat het een soort woekerpolis next level blijkt te zijn, waar je wel heel veel kosten betaalt aan de pensioenfondsen, die dat allemaal moeten, en aan beleggers daarvan, terwijl er voor jou niks in het vat zit. Nou, dat vind ik nogal een grove. En mogelijk gemaakt door onze eigen overheid. Ik vind het een onbegrijpelijk iets. Mevrouw Matoeg, voor spek en bonen, nou, u neemt ons serieus, wij u ook, daarvoor zijn we denk ik hier. Hè? Maar ik zie ook wel dat er een enorme overmacht is aan de andere kant. En ik vind het vervelend, maar die lijkt bijna niet anders te bestrijden dan via de juridische weg. En die zullen we ook echt gaan bewandelen. Echt. We laten dit niet zonder slag of stoot gebeuren. En ik vrees dat we niet de enige zijn. Er komt heel veel aan. En dan denk ik, naar al die affaires en de toeslagenaffaire, de meest heftige die we hebben gekend en die nog lang niet opgelost is. Waarom doe je het jezelf en de samenleving aan om nog een keer zo'n riskante onderneming op te tuigen? Waarom doe je dat? Terwijl het anders makkelijker kan. En beter. Voor alle partijen. Ik weet niet of ik al jullie vragen heb beantwoord, anders hoor ik het graag. Anders horen we dat inderdaad, mevrouw Schrover. Ja. Dank u wel, voorlopig. De heer De Jong. De vraag was eigenlijk waarom witte of grijze vlekken een probleem zijn. Dat is, als ik het goed begrijp. Ten eerste, als je aan het begin, of als je te weinig pensioen opbouwt, doordat je geen pensioen opbouwt of weinig pensioen opbouwt, dan heeft dat natuurlijk invloed op je inkomen voor later. Dus als mensen daardoor dan niet rond kunnen komen, dan is dat zeer kwalijk. Nou zijn er gewoon enorm veel jongeren in sectoren waar weinig of geen pensioen op wordt gebouwd. En in het nieuwe stelsel is dat extra zwaar. Omdat we naar een degressieve opbouw gaan in plaats van een gelijke opbouw. Dus je opbouw, de zwaarte van je opbouw komt gewoon veel verder aan het begin van je carrière te liggen. Dus als jij tussen je 21ste en je 30ste veel minder pensioen opbouwt of geen pensioen opbouwt, dan kan dat vermogen minder renderen. Het is eigenlijk rente op rente, als je het zo kan bekijken. Vandaar eigenlijk dat het ook nog belangrijker is dat die ondergrens ook naar beneden gaat. Dus niet alleen vanaf 21 jaar, maar eigenlijk nog veel eerder. Want waarom zou je op je 18e niet al pensioen op kunnen bouwen? Ja, ik denk dat dat het antwoord op mijn mijn vraag is, is het mogelijk om te reageren op iets wat mevrouw Schrover heeft gezegd? Dat wilde ik inderdaad net voorstellen, meneer De Jong. Aangezien we ook wat ruimer in de tijd zitten, zou ik ook de overige genodigden willen vragen. Als er iets prangend is waarop u echt wilt reageren, dan wil ik dat wel toestaan. Dus ik begin even bij de heer De Jong, daarna de heer De Brouwer. Daar houden we het dan voorlopig even bij. Ja, dank u wel. Natuurlijk is, u zegt, het is eigenlijk een herverdeling van vermogen van jong naar oud doordat er niet geïndexeerd is en er wel heel veel vermogen in die pensioenfondsen zit. Nou,
Nou werken we natuurlijk met fiscale maximalen waarop pensioenuitkeringen plaatsvinden. Dus het is niet zo dat al dat geld wat daar in die pensioenfondsen zit dan volledig naar de jongeren gaat. Het zijn vooral heel veel buffers. Ja. En die buffers worden in het nieuwe stelsel wel een heel stuk minder. Dus dat wou ik eigenlijk graag nog even zeggen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Jong. De heer De Brouwer? Ja, we liepen daar straks toch een beetje ook weer het gevaar om het onderwerp indexatie en gepensioneerden te veel met elkaar te verbinden. Indexatie is ongelooflijk belangrijk, ook voor actieve deelnemers. Neem iemand van 40 jaar, die heeft dus ook 13 jaar lang geen indexatie gehad op zijn opgebouwde pensioen. En als dat zo blijft, dan krijgt hij straks niet 70% of 80%, maar 60% of 50% van zijn middelloon. En dat is ook een ramp. Dat is misschien wel net zo'n grote ramp als dat er 13 jaar lang niet geïndexeerd is voor gepensioneerden. Dank u wel, meneer De Brouwer. We hebben ook, als zag ik vanuit alle hoeken en gaten vanuit de Kamer heel veel vragen ook gesteld. Dus dat zal zijn vervolg ook nog wel krijgen in de behandeling. Mijn vraag is aan de heer Kersten van de seniorenkoepel. We zagen net al een beetje discussie toch ook over de generaties. Hè, van wat betekent het huidige stelsel voor de verschillende opbouw van verschillende generaties en de uitkeringen. En wat betekent het nieuwe stelsel daarin? En wordt het nou wel of niet daarin beter? Ik las vooral in uw position paper ook van het is belangrijk dat er draagvlak is, dat er zeggenschap is vanuit de senioren. En wij zoeken ook evenwicht bij dat invaren. En een evenwichtige transitie. Dat is natuurlijk vanuit het nieuwe stelsel gedacht een hele spannende exercitie. En ik zou u willen vragen om nog eens toe te lichten hoe u dat evenwicht bij dat invaren zoekt. Ook gehoord hebben we net de reactie van bijvoorbeeld de heer De Jong. Dank u wel, mevrouw Palland. De heer Van Kent. Ja, dank, voorzitter. En ook dank voor uw position papers en toelichting. Pensioen is uitgesteld loon van werknemers, van deelnemers en van gepensioneerden. En die laatste groep wordt hier vertegenwoordigd eigenlijk door de heer Kersens en mevrouw Schrover. U vertegenwoordigt ongeveer alle seniorenorganisaties samen. FNV Senior heeft zich ook uitgesproken. En de conclusie dat eigenlijk alle seniorenorganisaties deze wet afschieten, onacceptabel heeft de heer Kersens het genoemd, vind ik schokkend. Dat wil ik wel markeren. En ik zou de heer De Brouwer willen vragen welke drie grote bezwaren hij ziet in de pensioenwet zoals die nu voor ligt hier in de Kamer. Kent. En als laatste meneer Smals. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad zo dat ook mijn waardering voor het feit dat u hier komt. En wij luisteren, en dan spreek ik ook zeker namens mijn collega's, maar die hebben het al zelf gezegd, maar ook degenen die er niet zijn, heel goed naar wat u te zeggen heeft. En de race is nog lang niet gelopen, denk ik. Dus wat u te zeggen heeft, wordt zeer gewaardeerd. Ik heb een specifieke vraag aan mevrouw Drijvers. Want als ik het zo mag interpreteren, u zit hier namens die 1,1 miljoen zelfstandigen die er, of zelfstandig werkenden die er zijn. Klopt het nou zo dat het afschaffen van de doorsneepremie voor die zelfstandigen, want u focuste op dat stuk dat eigenlijk de vrijwillige aansluiting verlengd moet worden, hè? Dat is nu 5 jaar, maar dat verlengt. Maar klopt het nou dat het afschaffen van die doorsneepremie nou voor zelfstandigen een plus is, omdat je daarmee die flexibiliteit, die volgens mij zelfstandig werkende ambiëren, daarmee beter terug kunnen laten komen in de manier waarop ze hun pensioen opbouwen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Smals. Ik heb vragen genoteerd van mevrouw Palland voor de heer Kerstens, de heer Van Kent voor de heer De Brouwer, de drie bezwaren, en de heer Smals voor mevrouw Drijvers. Ik wil graag beginnen met de heer Kerstens. Dank u wel, voorzitter. Dank mevrouw Palland voor de vraag. Ik heb inderdaad namens de seniorencoalitie het comfort bij het eerlijk overstappen, zoals ik het genoemd heb, genoemd als een van de belangrijke elementen als wij naar het wetsvoorstel kijken. En laat er geen misverstand over bestaan. De daadwerkelijke keuzes rondom dat zogenaamde invaren, die moeten natuurlijk in pensioenfondsen worden gemaakt, want die kunnen rekening houden met omstandigheden in die sector of bij die onderneming als het een ondernemingspensioenfonds betreft. Maar het is wel het moment, en eigenlijk ook het laatste moment,
dat je het goed kan doen. Dat je die grote pensioenvermogens kunt toedelen aan al die miljoenen mensen waar ik het net over had. En ook al moeten die pensioenfondsen daar die ruimte voor krijgen, je wil er wel comfort bij hebben, zeker als je een wetsvoorstel beoordeelt. Comfort dat de elementen daarmee aan de orde komen die aan de orde zouden moeten komen. Die van belang zijn als het gaat om die uiteindelijk evenwichtige besluitvorming die moet plaatsvinden. En het typisch is dat in eerdere stukken van het wetsvoorstel een aantal van die elementen werden genoemd, met name werden genoemd. Een van de elementen noemde mevrouw Schrover ook al. Het toch gedurende langere periode verschuiven van vermogens van ouderen naar jongeren. Zo zijn er ook een aantal bewegingen andersom geweest. Die vinden we niet meer terug in het definitieve memorie van toelichting zoals die nu voor ligt. Dus dat comfort dat we zoeken, het comfort bij komen de juiste elementen aan de orde bij dat invaren, bij die transitie, dat comfort is eerder minder geworden dan dat het stevig is geworden. En dat invaren is zo belangrijk, omdat het dan niet alleen gaat om die eerlijke verdeling, maar dat ook ja, de basis is waarop je verder gaat voortbouwen, omdat zo belangrijke koopkrachtige pensioen, waar deze hele exercitie om begonnen is, om dat dichterbij te brengen. En dat comfort, dat ontbreekt nu bij ons. En dat comfort is echt nodig om draagvlak te krijgen bij gepensioneerden. En ik zei al, goed pensioenstelsel is goed voor iedereen, voor jong en oud. Maar als de mensen die direct de gevolgen van hun portemonnee voelen, als die daar weinig vertrouwen in hebben, als daar te weinig draagvlak is, ja, dan moet je daar wat mee. Nou, we geven een aantal concrete voorstellen in ons position paper. Maar dat comfort, dat er een goede verdeling plaatsvindt, die ook een goede basis vormt voor het koopkrachtige pensioen later, zeker voor senioren die gelet op alle regels rondom het toedelen van rendementen toch te vrezen hebben, is uitermate belangrijk dat die transitie goed verloopt. Dank u wel, meneer Kerstens. De heer De Brouwer. En vooral ook omdat er geen weg meer terug is. Als je het eenmaal gedaan hebt, kun je het niet meer ongedaan maken. Maar ik noem even liever drie andere bezwaren. Een groot bezwaar is dat dit nieuwe stelsel een veel grotere onzekerheid met zich meebrengt. Eigenlijk kun je zeggen, als je met pensioen bent en je kleinkinderen vragen hoe zit dat nou met het pensioen, opa, dan kun je zeggen, nou, het kan vriezen en het kan dooien. Hè? Het kan omhoog gaan en het kan naar beneden gaan. Er komen goede jaren en er komen slechte jaren. Dat is toch eigenlijk stuitend dat je dat dan moet zeggen. En wat ga je tegen je bankier zeggen als je je hypotheek moet vernieuwen? En je woont nog in een eigen huis, je hebt nog een kleine hypotheek. Ik kan niet zeggen wat mijn inkomen de komende tijd gaat worden, want het kan vriezen en het kan dooien. Hè? Het kan omhoog gaan en omlaag. Het gaat met de koersen omhoog en omlaag. Dat acht ik een enorm groot probleem of een groot bezwaar tegen het stelsel wat wordt voorgesteld. Een tweede groot bezwaar zit hem in het lifecycle beleggen. Dat is meer wiskundig van aard. Lifecycle beleggen leidt uiteindelijk tot lagere vermogens dan wat we nu doen, collectief en ook zonder aanzien des persoons beleggen. De grootste winsten worden gemaakt als een rendement over een groot bedrag wordt gemaakt. En als de grote rendementen worden toebedeeld aan de jongeren die nog weinig hebben gespaard, dan is dat wel aardig. Maar dat levert eigenlijk naar vanant niet zoveel op dan als je dat zou toebedelen aan degenen die al een hoog pensioen hebben opgebouwd. In het huidige stelsel wordt zeker 30% van het totale vermogen nog opgebouwd tijdens de pensioenperiode. En dat verliezen we bij lifecycle beleggen. Dat is gewoon, mag ik eens zeggen, dom. Het is gewoon dom om dat zo te doen. En een derde bezwaar vind ik het gebrek aan solidariteit in het nieuwe stelsel. Je loopt daarbij een groot gevaar dat de grote verplichtstelling komt te vervallen. En dat de Europese Commissie straks gaat beoordelen dat dit eigenlijk geen sociale regeling is,
Maar dat dit gewoon een product is wat je kunt vergelijken met een beleggingsproduct. En dat het toegankelijk moet zijn voor concurrentie. Nou zullen er in Nederland waarschijnlijk heel veel bedrijven zijn die dat zullen toejuichen. Maar ik denk niet dat het pensioen daar veel beter van wordt. Dus ik vind dat ook een groot bezwaar. Laatste, mevrouw Drijvers. Dank voor deze vraag, meneer Smals. Het antwoord is ja. Het wordt interessanter en aantrekkelijker voor zelfstandigen om vrijwillig voor te zetten. Vooral omdat het de pensioenpot die ze dan hebben opgebouwd naar hunzelf gaat. En niet een deel naar werknemers in dezelfde sector. Het vrijwillig voortzetten, als we dat makkelijker maken en aantrekkelijker maken, dan kan die tweede pijler ook zeker nog een toegevoegde waarde hebben voor die zelfstandigen. Dat was eigenlijk mijn korte antwoord. Ik vraag ook even aan de overige sprekers of er genodigden zijn die wensen aan te vullen op een vraag. Als dat niet het geval is, dan kijk ik nog een keer naar de collega's of er vragen zijn. De heer De Jong. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ja, ik heb toch een vraag aan de heer De Jong. Kijk, ik ben niet met alles eens wat u aangeeft. Wel geeft u aan dat u zorg heeft over de doorsnee-systematiek. Nou, maken wij ons ook als PVV grote zorgen over. Juist ook omdat het heel erg veel geld gaat kosten, beide kanten op. Maar het is altijd wel verkocht dat op die manier dan jongeren een eerlijker pensioen zouden kunnen krijgen. Maar wat er ook is beloofd, is dat er een pensioenstelsel zou komen wat makkelijker uitlegbaar zou zijn. Dat mensen zouden begrijpen, dat ze het zouden kunnen navertellen op het moment dat ze iemand anders zouden moeten vertellen hoe het pensioen in elkaar zit. Dan hebben wij 400 pagina's een memorie van toelichting gehad en gigantisch veel bijlagen. Er is geen touw aan vast te knopen, zie ik vaak ook bij andere mensen om me heen. En nou vraag ik aan de heer De Jong of hij het idee heeft dat jonge mensen nu, kijken naar alle berichtgeving, begrijpen wat er gaande is. En of u het idee heeft dat ze het nieuwe pensioenstelsel zullen gaan begrijpen. Dat het begrijpelijker wordt met deze wet. Dank u wel, meneer De Jong. Mevrouw Matoeg. Ik had een aanvullende vraag aan de heer De Brouwer over de verplichtstelling. En het risico dat er is dat die onder druk komt te staan in verhouding met Europese wetgeving. Mijn vraag is, waarom is het zo belangrijk dat wij die verplichtstelling hebben, de grote verplichtstelling? Dank u wel, mevrouw Matoeg. De heer Van Kent. Dank, voorzitter. Vraag aan de heer Kerstens. Hij heeft stevige woorden gebruikt. De wet onacceptabel genoemd. Koopkrachtig pensioen een illusie. De overstap een black box. En de zeggenschap van gepensioneerden een lege huls. Wat is de oproep van de heer Kessens namens al die seniorenorganisaties die hij vertegenwoordigt aan de Tweede Kamer? Doorgaan met de behandeling van deze wet of de regering verzoeken de wet in te trekken? Dank u wel, meneer Van Kent. Ik begin met meneer De Jong, die een vraag heeft gekregen van zijn achternaamgenoot. Ja, dank u wel. Ik denk, als je de vraag andersom stelt, is het pensioenstelsel nu uit te leggen? Nee. Maar je hoeft niet altijd elk detail te weten om te weten dat het een goed pensioen is. Wat wel zo is, is dat iedereen dadelijk kan zien wat er aan pensioenvermogen voor henzelf is. En dat zorgt er in ieder geval voor dat er geen discussie kan ontstaan of het vermogen van de ouderen of van de jongeren is. Dus wat dat betreft denk ik dat het een verbetering is. Dank je wel. Dank u wel, meneer De Jong. De heer De Brouwer, op de vraag van mevrouw Matoeg. Ja, voorzitter. Waarom is de grote verplichtstelling zo belangrijk? Ik ben natuurlijk een oude zak. Dus ik kom uit een periode dat wij het belangrijk vonden dat we een sociaal stelsel hadden in Nederland. En dat we elkaar hielpen. En dat er allerlei regelingen waren in Nederland waarbij solidariteit hoog in het vaandel stond. Ik zie steeds meer om me heen, en dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen, ik moet daar eerlijk over zijn, dat hen dat wat minder aanspreekt. Dat ze eigenlijk zeggen, ja, ik doe het zelf wel. Hè? En de grote verplichtstelling is natuurlijk de basis van een collectief verplicht gesteld
pensioenstelsel, wat je zou kunnen vervangen door het vrij te laten en aan iedereen te zeggen, ja, je moet je eigen broek maar ophouden. Hè? Je moet gewoon zelf maar zorgen dat je, een product krijgt wat je helpt. Dat wordt dan een commercieel product. Dat wordt dan een woekerpolis. En daar kunnen we toch niet voor zijn. En natuurlijk vertrouwen we al onze verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Maar er zijn natuurlijk andere verzekeringsmaatschappijjen die ik verder niet zal noemen, buiten Nederland, die zich op onze markt gaan begeven en gaan zeggen, ja, dit is heel aantrekkelijk. Hè? Hier komt een hoop geld op ons af en wij beloven dan een pensioen. En dan hebben we voorwaarden die niemand leest. En aan het eind van de rit krijg je een heel klein beetje. Dat gevaar wil je natuurlijk niet. En daarom vind ik dat de grote verplichtstelling een grote verworvenheid is voor Nederland. En dat we die zouden moeten bewaken. De grote verplichtstelling die voorkomt natuurlijk armoede onder ouderen. Als we het goed doen, hè? Niet 13 jaar nulrij, maar als we het goed doen, voorkomt die armoede onder ouderen. Dat vinden wij niet alleen belangrijk, dat vond minister Koolmees ook belangrijk. Desgevraagd heeft hij op een vraag van Corrie van Brink, toen Tweede Kamerlid voor 50PLUS, geantwoord. Wat gaat u doen als de grote verplichtstelling in gevaar komt? Toen zei hij, dan gaat de wet niet door. Dus ik hoop dat u dat ook onthoudt. Dank u wel, mevrouw Schroef, voor deze aanvulling. De heer Kerstens. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Kent, ook voor uw vraag. Het is altijd fijn als je gelezen wordt en geciteerd wordt. We hebben het wetsvoorstel in zijn huidige vorm inderdaad onacceptabel genoemd. En we hebben in ons position paper aangegeven waarom dat zo is. Dit wetsvoorstel gaat het vertrouwen niet terugbrengen. Omdat het onvoldoende zicht biedt op dat koopkrachtige pensioen. Omdat het onvoldoende comfort biedt bij dat overstappen. En omdat het onvoldoende zeggenschap geeft aan gepensioneerden. Uw vraag is van welke oproep vloeit daar eigenlijk uit voort? Moeten we het wetsvoorstel maar vergeten of moeten we het verbeteren? Een aantal sprekers voor mij hebben iets gezegd over de politieke realiteit. Ik heb zelf in de Kamer gezeten en ik weet dat de Kamer gaat praten over voorstellen die er liggen. Niet over plannen die er niet liggen. Wat er ligt is een wetsvoorstel. Dus in eerste instantie is onze inzet gericht op het verbeteren van het wetsvoorstel. Het verbeteren van het wetsvoorstel op die zeggenschap, op dat comfort bij het overstappen en vooral als het gaat om dat koopkrachtige pensioen in het nieuwe stelsel, maar zeker ook in die aanloop daarnaartoe. De gemiddelde gepensioneerde is 77 jaar, heeft vanaf zijn pensionering zijn pensioen nooit verhoogd zien worden en wordt nu eigenlijk gevraagd, wacht nog maar even 5 jaar en dan moet je nog afwachten wat er daarna aan de hand is. Dus ja, hele stevige termen gebruikt. Dit wetsvoorstel in deze vorm, dat gaat dat koopkrachtige pensioen niet brengen. Dat gaat dat comfort niet opleveren. Dat gaat het vertrouwen niet terugbrengen. Onze inzet in eerste instantie gericht op het verbeteren van die punten. Concrete voorstellen voorgedaan. En zoals mevrouw Schrover ook al zei, wij denken ook na over een gang naar de rechter. Maar wij vinden het ook bij dit proces horen dat we hier onze invloed aanwenden, zoals we dat in het voortraject ook gedaan hebben, om de zaak te verbeteren. Want dat is wel noodzakelijk. Dank u wel, meneer Kerstens. Inderdaad, de laatste jaren voor veel gepensioneerden niet geïndexeerd. Maar het is niet dat ze niet helemaal tegemoet gekomen zijn. Zo is ook de kortingslijn is verlaagd om te zorgen dat er niet al gekort moest worden. Zo is ook de indexatiegrens verlaagd. Dus er wordt wel aan de gepensioneerden gedacht. Ja, ik vind... Mag ik de publieke tribune verzoeken om zeg maar commentaar even voor u te houden? Het is voor ons is het ook weer wennen na een lange tijd nadat we gasten hebben op de publieke tribune. Maar het is niet de bedoeling dat u kenbaar maakt wat u een van de sprekers vindt. Dus het woord is aan de heer De Jong en hij heeft het woord en niemand anders. Dank u wel. Ik vind verder dat het... Ik ben het helemaal met de heer Brouwer eens dat het solidair moet blijven. En ik denk dat dat ook kan in het nieuwe stelsel.
Daarnaast is een pensioenfonds natuurlijk een non-profit instelling en geen verzekeraar. Dus ik wil wel even dat dat verschil duidelijk is. Dank u wel. Dank u wel, de heer De Jong. Dat roept natuurlijk weer reacties op. De heer Kerstens. Ja, voorzitter, het is niet mijn bedoeling om hier een heel debat te voeren, want anders had ik aan die kant moeten blijven zitten, natuurlijk. Ik zie dat nog een plek vrij is, inderdaad. En ook nog een plek in de fractie van de heer Nijboer. Maar even serieus gereageerd op de opmerking net over en dan gaat het over de algemene maatregel van bestuur die in gediend is, waarbij al eerder duidelijk was dat de kortingsgrens wat is verlaagd en de indexatiegrens wat dichterbij is, is gebracht. Wat die indexatie betreft, die heeft gepensioneerden op dit moment nog geen euro opgeleverd. En de vraag is of die gepensioneerde een euro gaat opleveren. En vervolgens weer de vraag of die euro voldoende is om de stijgende prijzen in te halen. Daar weten we het antwoord al op. Dat zal zeker niet het geval zijn. Als het over de kortingsgrens gaat. De onvrede, het wantrouwen in het huidige stelsel is, dat lees je ook in de stukken van de minister zelf en haar voorganger, ontstaan door het jarenlang niet verhoogd zijn van pensioenen. Door het daar, misschien heeft u de laatste CBS-cijfers, inflatiecijfers van vanochtend gezien, door het daar gedurende 13, 14 jaar inmiddels qua koopkracht in je aanvulpensioen zo'n 30% zijn gaan achterlopen op wat de prijzen hebben gedaan in diezelfde periode. Daarbovenop zijn er nog eens honderdduizenden mensen, de betaalfonds ABP, die te maken hebben gehad met een korting. Dus ja, het is fijn dat die kortingsgrens een beetje verlaagd is. Overigens, bij die fondsen speelde in die periode de korting ook niet. Dus feitelijk hebben zij daar niks over gehad. Het is wel een van de elementen, zeggen wij ook, die meegewogen moet worden daar waar dat wel relevant is geweest in die transitie en het toedelen van rendement. Als er geld tussen aanhalingstekens van jong naar oud is gegaan, moet daarnaar gekeken worden. Als er geld van oud naar jong zou gaan, moet daar ook naar gekeken worden. Dank u wel, meneer Kerstens. Ik pak nog een aantal vragen vanuit de zijde van de commissie. En het liefst de collega's die er nog niet een vraag hebben gesteld. Ik begin bij de heer Smals. Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag voor meneer De Jong. Want hij sprak zijn zorgen uit over het afschaffen van die doorsneepremie. Terwijl zeg maar, de belofte in het pensioenakkoord is dat het juist voor jongeren een gunstige ontwikkeling is, omdat hè, zeg maar, de premie die je betaalt ook rechtstreeks zich vertaalt in je eigen aanspraak. Dus kunt u dat nog verder duiden? Dank u wel, meneer Smals. De heer Van Kent? Ja, dank voorzitter. Als mag heel kort dezelfde vraag eigenlijk voor mevrouw Schoven die ik aan de heer Kersens had gesteld. Van hoe zit KBO Brabant, wat is de boodschap namens al de senioren die georganiseerd zijn in KBO Brabant aan de Kamer, wat betreft de behandeling van deze wet? En misschien ook een kleine reactie op de heer De Jong die aangaf dat er aan gepensioneerden wordt gedacht. Dank u wel, meneer Van Kent. Mevrouw Palland? Ja, toch, voorzitter. Vraag aan de heer De Brouwer. Hè. De betoog ook om het behoud van die verplichtingen en dat solidaire element. Nu las ik in een van de position papers van mensen die we straks gaan spreken. Een positief punt in de zin van zorg van de ouderen over dat invaren wat er is. Van, wat gaat het pensioenstelsel mij brengen? En wat nou als ik wil gewoon zekerheid hebben? En in dat position paper werd aangegeven, daarom is het juist zo goed dat in de flexibele premieregeling de mogelijkheid is om buiten dat fonds ook een vaste uitkering aan te kopen. Maar als ik uw pleidooi beluister, wordt u daar dan niet enthousiast? En hij pleit er eigenlijk voor om dat dan breder zeg maar, voor senioren mogelijk te maken. Wilt u daarop reageren? Dank u wel, mevrouw Palland. De heer Smals had een vraag voor de heer De Jong. Ik geef het woord aan de heer De Jong. Ja, dank u wel. Kijk, ik maak me niet zorgen over de doorsneesystematiek of de afschaffing daarvan zelf, maar meer over het probleem dat de witte vlekken of de grijze vlekken als gevolg daarvan een heel groot deel van hun opbouw missen. Omdat juist aan het begin van de periode, van je werkende periode, die opbouw het hoogst is in het nieuwe stelsel. Omdat je dan in hoger renderendere beleggingen zit, terwijl je later in lager renderendere belegging zit. En het compensatievraagstuk is natuurlijk omdat in die degressieve opbouw je eigenlijk in het nieuwe stelsel al veel meer had op moeten bouwen
dan dat je nu in het huidige stelsel gedaan hebt. Maar daar wel veel meer premie voor betaald hebt. Dus dat is, als ik het zo, als dat duidelijk voor u is op die manier. Hè. Dat is aan het instemmend geknik van de heer Smals, is het duidelijk, zo te zien. Mevrouw Schrover op de vraag van de heer Van Ketten. Ja, dank. Eerst maar even een reactie op de heer De Jong. Ik mag dat doen. ja, ouderen moeten eigenlijk wel tevreden zijn dat het niet is gekort. Het is weliswaar niet geïndexeerd, maar het is ook niet gekort. Dat valt dan toch alleszins mee. Ik heb toen mijn kind geboren werd, heb ik een beleggingsplan gekocht. Als hij later groot was en ging studeren. En dat begon met de eerste drie letters van het alfabet. Misschien kent u het wel. En toen dat, nou, dan had je een pessimistisch en een neutraal en een optimistisch perspectief. Natuurlijk werd het optimistische perspectief benadrukt bij de aankoop van die polis. En dan stort je daar elk jaar geld in. En als hij dan 18 wordt, komt die polis vrij. Ja, dan blijkt het pessimistische rendement gerealiseerd. Het is ook te boek komen te staan als een woekerpolis. Maar ik kan natuurlijk tegen mijn zoon zeggen, maar wees toch maar blij, want er is in ieder geval niets van de inleg afgegaan. Nou, daar hoef je niet blij om te zijn. Een niet geïndexeerde polis of pensioen is een slechte polis of een slecht pensioen. Dat als reactie op de heer De Jong. En dan de heer Verkent, de boodschap aan de Kamer. Doe het niet. Doe het niet. We hebben in Nederland geen goede ervaring met stelselherzieningen. Zelfs de eenvoudigere stelselherzieningen lopen hier niet goed. En dit is een hele, hele, hele complexe met het geld van anderen. Wat door anderen bijeen is gebracht. U neemt een enorme verantwoordelijkheid als politiek om dit stelsel erdoor te drukken, terwijl deskundigen zoveel bezwaren uiten tegen dit stelsel. Luister er nou eens echt naar. En ik vind mezelf niet de deskundige. Maar we hebben ze allemaal voorbij zien komen in de vakpers. Helaas niet in de landelijke dagbraden. Daar krijgen ze nauwelijks ruimte. En ook niet bij Op 1 of bij Nieuwsuur. Maar in de vakpers kunt u ze allemaal terugvinden. En het zijn niet de mensen die deze bezwaren uiten. Dus ik zou zeggen, luister naar de deskundigen. Doe dat nou een keer. En doe het niet. Afgezien van ook de administratie van pensioenfondsen is gebleken dat die helemaal niet goed is. Er zitten heel veel foute dossiers in. Dat moet allemaal dadelijk over naar een nieuw stelsel. Dat is een enorme operatie. Er is berekend dat dat per dossier, als je het goed wil doen, zo'n 80 uur zou kosten. Nou, die capaciteit is er niet, dat geld gaan we er ook niet aan besteden. Dus er wordt met een hele grove bezem wordt dat ingevaren. En je individueel bezwaarrecht is voetzie. Ik vind het een onbegrijpelijke stap als u deze zou willen nemen. Uw boodschap is duidelijk, mevrouw Schrover. De heer De Brouwer heeft mogen aftrappen en hij mag ook afsluiten. De heer De Brouwer. Ja, met een heel nieuw onderwerp, dankzij mevrouw Pallant. En ik dank haar daarvoor. Namelijk, we hebben het impliciet eigenlijk steeds, als we over het nieuwe stelsel praten, hebben we het impliciet steeds over het solidaire contract. Hè? Maar er worden meer contracten mogelijk. Onder andere het flexibele contract. En het aantrekkelijke van het flexibele contract is dat het mogelijk maakt dat er een soort twee-fase beleid wordt gevoerd. En dat in de uitkeringsfase een soort uitkeringsregeling komt. Die vergelijkbaar met een uitkeringsregeling in ieder geval. En verzekeringsmaatschappijen zijn daar helemaal op ingeschoten. Want dat is een product wat zij nu al aanbieden eigenlijk. Hè? Dat is heel interessant. En misschien, als mensen zich daarin gaan verdiepen, zou het wel eens kunnen zijn als ze een keuze moeten maken tussen een flexibel contract en het zogenaamde solidaire contract, dat het flexibele contract solidairder blijkt te zijn dan het solidaire contract. Dus overigens denk ik dat ook pensioenfondsen kunnen uitvoeren. Hè. Pensioenfondsen kunnen het flexibele contract uitvoeren als daar collectief voor gekozen wordt. En dan zou je zelfs zover kunnen gaan dat je zegt in een uitkeringsfase
houden we het vermogen collectief. Hè? Dus dan worden alle individueel opgebouwde vermogens worden weer in een collectieve pot gestopt. Dan kun je die ook nog weer meer riskant beleggen dan als het individuele potjes zouden zijn. En dan, dan levert dat waarschijnlijk een beter pensioen op dan in het solidaire contract. Dus ik wil hier niet gezegd hebben dat ik voor het nieuwe stelsel ben. Maar als het er komt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat een goed uitgewerkt flexibel contract aantrekkelijker is dan het solidaire contract. Dank u wel, meneer De Brouwer. En ook mijn dank richting mevrouw Drijvers, de heer De Jong, mevrouw Schrover, de heer Kerstens. Van harte bedankt voor uw inbreng, voor uw position paper en voor het beantwoorden van de vragen van de commissieleden. Ik schors de vergadering tot 17:45, zodat er een wisseling van de wacht kan plaatsvinden. En dan gaan we om 17:45 verder. Ik heropen dit rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We zijn inmiddels aangekomen bij blok 2, het blok waar werkgevers, werknemers en verzekeraars aan het woord zullen komen. We hebben als gasten in ons midden Noordman, de heer Vij, geen onbekende van deze commissie, hij was er de vorige keer ook bij, de heer De Haan, de heer Herbert en de heer Van der Steeg. U weet wat de bedoeling is. U heeft de mogelijkheid om een introductie te geven op uw position paper van 2 minuten. En daarna is het aan de commissieleden om u te bevragen op onderwerpen die zij belangrijk achten. Ik wil als eerste het woord geven aan de heer Noordman. Alle discussies over de wet toekomst pensioen staan voor de FNV de mensen centraal. Naast natuurlijk alle doelen die we met z'n allen samen geformuleerd hebben over waar dat nieuwe stelsel aan moet voldoen. Als wij mensen vragen wat zij belangrijk vinden, dan willen ze weten wanneer ze kunnen stoppen met werken, hoeveel ze dan krijgen en hoe zeker ze daarvan kunnen zijn. Ze willen erop kunnen vertrouwen dat wij dit goed regelen. Wij, sociale partners, kabinet, wetgever en pensioenuitvoerders. Zo vroegen jongeren zich af of er straks voor hun nog wel pensioen is. Door jaarlijks helderheid te geven over het opgebouwde pensioenvermogen en de daaraan gekoppelde verwachte mogelijkheden van uitkeringen maken we dit in ieder geval zichtbaar. Gepensioneerden willen terecht sneller mee profiteren van de rendementen die pensioenfondsen maken. Ze willen indexatie en zeker geen kortingen. Sneller toekennen van die rendementen en niet eerst de buffers opbouwen komt tegemoet aan hun eerste wens. Via de solidariteitsreserve verlagingen van uitkeringen voorkomen kan zelfs nog beter dan in het huidige stelsel, en dat laat een onderzoek van Ortec zien. Daarmee kunnen verlagingen tot een minimum worden beperkt. De middengroep begrijpt dat het doorsneesysteem verdwijnt, maar wil niet als groep het enige slachtoffer worden. Compensatie is noodzakelijk, hoewel de dubbele transitie de omvang daarvan aanzienlijk kan verkleinen. Per fonds zijn de rechten verschillen en dat betekent dat dit daar goed geregeld moet worden. Voor zelfstandigen is een betere tweede pijler een wenkend perspectief. De praktijk is nog weerbarstig en de wet biedt nog niet de ultieme oplossing. Dit moet zeker nog een vervolg krijgen. Voor de vele schijnzelfstandigen is opvolging van het MLT-advies van de SER de kortste route naar pensioenopbouw. En tenslotte nabestaanden weten met de nieuwe wet straks beter waar ze aan toe zijn en worden nu niet meer negatief verrast in een moeilijke tijd. Zoals de pensioenspecialisten ook in hun position paper schrijven, blijft enig gezond paternalisme verstandig in een pensioenstelsel. Dat geldt ook voor het feit dat invaren de norm zou moeten zijn. In het belang van het totale pensioenresultaat van alle betrokkenen. En belangrijk is ook dat de overheid daarbij de invaarregels bepaalt. En individueel bezwaarrecht lijkt heel mooi, maar kan heel erg dramatisch zijn voor het pensioenresultaat van degene
die daar een beroep op zouden doen. En vandaar dat het volgens ons terecht is dat dat in deze overstap buiten werking wordt gesteld. Maar dat paternalisme, gezonde paternalisme, geldt ook voor de beleggingen en hoe wij die blijven organiseren. Collectief, professioneel en strategisch. De solidaire pensioenregeling is vervanger voor de uitkeringsregeling. En de FNV is pleitbezorger van die solidaire regeling. Die is immers de vervanger van de uitkeringsregeling die voor veruit de meeste mensen geldt en waarom ons pensioenstelsel zo geroemd wordt. De flexibele premieregeling bestond al als verbeterde premieregeling. De huidige uitkeringsregeling zit in die huidige uitkeringsregeling zit veel impliciete solidariteit. In de solidaire premieregeling is dat er ook, maar duidelijker en beter onderbouwd. De solidariteitsreserve biedt mogelijkheden om risico's tussen alle generaties te delen, zodat het pensioenresultaat zowel gevoelsmatig als materieel beter wordt. Nee. En de solidaire premieregeling is doelgericht met een regelmatige toets aan de cao-tafel of men nog op koers zit en eventueel kan aanpassen. Collectief en solidair je pensioen regelen drukt bovendien de kosten, zodat premie en rendement aan pensioen ten goede kunnen komen. Afrondend, meneer Noordman? Ja, nog een paar wensen met een paar opmerkingen. Nou, als het mag. Misschien wil een van de collega's daar een vraag over stellen. Ook goed. Ik denk dat wel handiger is. Als dat uw voorkeur heeft, dan vind ik dat ook goed. Dat gaat de heer Van Kent u vragen. Fantastisch. De heer Vijf. We helpen altijd graag, voorzitter. Voorzitter, ik zou de heer Noordman willen vragen welke ruimte er wat de FNV is om nog wijzigingen aan te brengen in deze wet. En welke wensen er vanuit de FNV zijn om dat te doen. Dat wilde ik nu niet doen. Dat wilde ik doen wanneer u uw vragen mag stellen. Het woord is aan de heer Vij. Dank, voorzitter, dat u me het woord geeft. Maar zeker ook dank, Kamer, voor de uitnodiging voor de tweede keer. En het gaat om nogal wat, hè? Een volle publieke tribune. En ook iedere dag spreken wij volop. Is het onderwerp waar het meeste over gesproken wordt, zijn de pensioenen. En wat ook al eerder vandaag is gezegd en wat ook blijkt, is dat we aan de ene kant heel erg trots kunnen zijn op het Nederlands pensioenstelsel. Dat we relatief weinig armoede kennen onder ouderen. En meer nog, dat de meeste ouderen ook met hun levenswijze door kunnen gaan op het moment dat ze ouder zijn en moeten stoppen met te werken. Dat is een enorm groot goed. Maar wat tientallen jaren goed heeft gewerkt, heeft de laatste 15 jaar behoorlijk veel kritiek, terechte kritiek op geleverd. Indexatie is veel te lang uitgebleven, het is vandaag al veel eerder gezegd. En dat moet dit jaar, in juli nog, met vertrouwen dat u dat gaat mogelijk maken als Kamer, moet dat weer komen. Maar dat neemt niet weg dat een grondige verbouwing wat ons betreft nodig is. En een pensioenverbouwing duurt lang en kent, net als bij iedere verbouwing, risico's. Wij denken toch dat niets doen of jaren uitstellen die risico's niet kleiner maakt. En dat het eigenlijk ook geen optie is en niet verstandig is. En daarmee steunt het CNV ook het pensioenakkoord. En wil het ook graag dat de WTP wordt ingevoerd. Waarom? Omdat solidariteit en collectiviteit de kern zijn van het huidige stelsel. Pensioeninleg, hoort bij werk, wordt collectief geregeld. Dankzij het collectief beleggen kan de inleg worden verdubbeld of verdrievoudigd. En je bent dankzij het collectief goed verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en sterfte. En die basisingrediënten van solidariteit en collectiviteit die blijven in het nieuwe stelsel. Want pensioen is primair een arbeidsvoorwaarde, een essentiële inkomensvoorziening voor later en geen individueel financieel product. Wat belangrijk is en goed is, dat in het nieuwe stelsel meer transparantie wordt toegevoegd. Toezicht op wat je persoonlijk aandeel in dat collectieve vermogen is. En voor jongeren belangrijk ook dat je je pensioen makkelijker mee kunt nemen. Dan de overgang is vandaag al vaker terecht op geweest. Die is niet alleen complex, hij duurt ook heel erg lang. En er zitten risico's aan vast. En daar gaat het vooral denk ik om dat die overgang op een goede manier wordt vormgegeven. Dat die risico's zoveel mogelijk verkleinen. Wegnemen kan niet, maar verkleinen wel. Wat wij als belangrijk voordeel zien is dat in het nieuwe stelsel, als je er eenmaal bent, de pensioenuitvoering zelf eenvoudiger is. Het stelsel zelf is echt eenvoudiger om uit te voeren en zorgt er daarom ook voor dat de mensen krijgen waar ze recht op hebben, meer dan nu.
Wat wij verder als zorg willen noemen nog voor de uitwerking, is dat de regeldruk beperkt moet blijven bij de lagere regelgeving, zodat het succesverhaal van het nieuwe pensioen goed blijven beleggen, net als het oude pensioenstelsel dat kent, wel behouden blijft. We vinden verder dat invaren, omkleed met goede waarborgen en bijzondere uitzonderingen dagen laten, verreweg het beste is. Wij willen liever geen opsplitsing van pensioenen na individueel bezwaar of dat je als collectief, als groep achterblijft. Want achterblijven en opsplitsen zorgt voor sterfhuispensioenen. En die zijn negatief voor zowel achterblijvers als overstappers, omdat ze zorgen voor steeds hogere kosten, op termijn veel lagere rendementen, omdat je 80 jaar lang, zo lang zal het gaan duren, met dubbele stelsels zit met alle moeilijkheden van dien. En daarom vinden we ook dat in het algemeen belang verdedigbaar is dat individueel bezwaarrecht eenmalig niet van toepassing zou hoeven zijn, omdat het pensioengeld in hetzelfde fonds blijft. En er nu ook bij interne waardeoverdracht, wat dit is, geen mogelijkheid van bezwaar is. Dat is zelfs bij externe waardeoverdracht soms niet het geval. Wel is er een goed wettelijk kader nodig. En we vragen u ook als Kamer om dat proces zo goed mogelijk vanuit uw mogelijkheden in goede banen te leiden. Ten slotte wil ik nog graag zorg vragen voor een aantal punten die eerder terecht zijn genoemd. Te veel jongeren, te veel flexwerkers bouwen nu geen pensioen op. En ongeacht welk stelsel je dan hebt, dan komt het sowieso niet goed. En dat probleem kunnen we hier niet oplossen. Wel zouden we willen vragen om transparantie te vergroten, zodat je bijvoorbeeld bij aanname, bij je maandelijkse salarisstrook of bij je jaaropgave gewoon te lezen krijgt, je bouwt geen pensioen op. En dat kan dan het gesprek vormen voor met je baas om te kijken of dat wel kan gaan gebeuren. Langer doorwerken, een belangrijk punt, wat ook in het pensioenakkoord is afgesproken. Dat gebeurt volop, maar niet iedereen kan dat. Wij pleiten ervoor om de boete op eerder stoppen, de RVU, om die te verlengen, dat die boete eraf gaat, en die ook te verbeteren. Want met name de mensen met lage inkomens en lage pensioenen kunnen er gewoon niet van rondkomen. En als allerlaatste zouden we het fijn vinden als u als Kamer ook zorg wilt dragen voor een goede monitoring van het complexe invoeringsproces. En dan gaat het over de transitie zelf, de premie inleg op termijn, compensatie doorzettingsperspectief, nabestaande pensioen, de UPO-vooruitzichten en tot slot ook de inhaalindexatie. Of in hoeverre daar bij de transitie invulling aan gegeven wordt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Vij. Het woord is aan de heer De Haan. Dank en dank voor de gelegenheid om hier namens VNO-NCW en MKB Nederland onze visie op de nieuwe pensioenwet toe te lichten. Vooraf misschien goed ook om te benadrukken. In de afgelopen jaren zijn wij ook samen met de vakbonden, pensioensector en toezichthouders nauw betrokken geweest bij de uitwerking hiervan. In het position paper dat we u hebben toegestuurd, hebben we eigenlijk los van alle techniek vooral toegelicht waarom we positief zijn over het wetsvoorstel wat hier voor ligt. Ik zal daar kort zo meteen wat over zeggen voordat ik naar het thema van deze ronde tafel toe ga, solidariteit. Maar eerst van waarom wij positief zijn. En dat heeft te maken dat we met deze nieuwe wet de doelen kunnen realiseren die we in 2019 voor ogen hadden toen we het pensioenakkoord sloten samen met werknemersorganisaties en het kabinet. Die doelen zijn waarschijnlijk genoegzaam bekend, maar ik noem ze toch nog maar even. Het gaat over een pensioenstelsel dat beter aansluit op de arbeidsmarkt van nu. Het gaat over een pensioenstelsel dat eerder zicht geeft op het kunnen verhogen van de pensioenen. En het gaat ook over een pensioenstelsel naar een het gaat ook over de transitie naar een pensioenstelsel wat meer transparantie geeft, wat persoonlijker is. En daar zou ik ook graag nog wat over willen zeggen, want ik denk juist dat die transparantie van het nieuwe pensioenstelsel echt zal bijdragen aan de waardering voor de dure, maar de belangrijke arbeidsvoorwaarde die pensioen is. In de vorige sessie werd het al gezegd, vaak werken mensen minstens één dag in de week voor hun pensioen. Maar heel veel mensen zien dat niet. Dat is vaak onbekend en onbekend maakt soms ook onbemind. En ik denk dat dat soort zaken ook in het nieuwe stelsel een stuk duidelijker inzichtbaar worden. En dat kan er ook toe leiden dat het voor werkgevers daarmee aantrekkelijker wordt om een pensioenregeling aan te bieden. En de heer De Jong had in zijn vorige sessie volgens mij ook al toegelicht waarom het zo belangrijk is ook dat die pensioenregelingen worden aangeboden. Nou, dan naar het thema van deze ronde tafel, solidariteit. Voor het draagvlak van solidariteit in aanvullende pensioenregelingen vinden wij twee zaken van belang. Wederkerigheid en transparantie van die solidariteit. En ik denk dat die beide elementen beter zijn georganiseerd in het nieuwe pensioenstelsel dan in het huidige stelsel. Ik zal daarvoor twee voorbeelden noemen. Allereerst afschaffing van de doorsneesystematiek. Het
Het is nu nog zo dat een jongere werknemer impliciet bijdraagt aan het pensioen van zijn oudere collega, terwijl het eigenlijk nog maar de vraag is of hij dat later terugkrijgt. Een tweede voorbeeld, Willem noemde dat net al, is de transparantie rondom de solidariteit. Straks is het duidelijk dat de overdrachten tussen bepaalde groepen plaatsvinden in de risicodelingsreserve of de solidariteitsreserve en dat het persoonlijk pensioenvermogen echt persoonlijk is. Nou, in tegenstelling tot nu van zal je straks wel een duidelijke relatie hebben tussen de premie die iemand heeft ingelegd, het rendement wat is behaald en vervolgens het vermogen wat is opgebouwd. En ik denk dat de onduidelijkheid die nu daarover in het stelsel zit, een van de redenen is dat dat weer vervolgens tot heel veel discussie leidt tussen de groepen deelnemers. Nou, op decentraal niveau zullen sociale partners straks de afweging kunnen maken welke mate van solidariteit en welke mate van keuzevrijheid zij het best passend vinden in hun sector. En net als nu hebben zij dan de keuze uit meerdere contracten om tegemoet te komen aan ja, de verschillende situaties en de verschillende wensen die er zijn. Vanuit onze leden, die vaak al bezig zijn met analyses van nou, hoe gaan die contracten nou bijvoorbeeld werken, krijgen we een beeld terug dat beide contracten een beter pensioenperspectief geven dan het huidige FTK-contract. En dat de verschillen tussen die beide contracten vooral kwalitatief van aard zijn. Ik zal afronden. Met de nieuwe pensioenwet ligt er volgens ons echt een fundament om te gaan naar een beter pensioenstelsel. Maar tegelijkertijd ook in het volle besef dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Zometeen zullen werkgevers, werknemersorganisaties, pensioensector allerlei stappen moeten zetten om die nieuwe wet ook in de praktijk tot uitvoering te brengen. En dat is een grote klus. En we zien dat ook veel partijen zich ook wat dat betreft al aan het voorbereiding zijn daarop. En het is natuurlijk eerst ook aan u om deze wet zorgvuldig te behandelen. In ons position paper hebben we gewezen op een aantal mogelijke verbeteringen, bijvoorbeeld rondom het nabestaande pensioen. En daarnaast hebben we ook aangegeven dat op sommige punten we zelf nog stappen te zetten hebben, bijvoorbeeld rondom de aanpak van de witte vlek. Ik ben graag bereid dat nader toe te lichten en wens u vooral veel succes met de zorgvuldige behandeling van deze belangrijke wet. Dank u wel, meneer De Haan. Het woord is aan de heer Herbert. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank ook voor de uitnodiging om aan dit gesprek deel te nemen. Dat vinden wij bijzonder belangrijk. Wij zijn over het algemeen bijzonder positief gestemd over het voorliggende wetsvoorstel. En dat komt omdat het perspectief biedt op een pensioenstelsel dat eenvoudig, persoonlijk, maar toch ook solidair is. Solidair in de zin dat risico's worden gedeeld en dat er vooraf gelijke kansen op voor- en nadeel zijn van die solidariteit. Ik denk dat dat een essentieel onderdeel is van iedere pensioenregeling. En ik ben blij dat dat niet alleen in de solidaire, maar ook in de flexibele pensioenregeling goed geborgd is. Over die solidaire pensioenregeling en met name de herverdeling die daar plaatsvindt tussen generaties zijn we wat minder enthousiast en we verwachten dan ook dat onze leden bijzonder terughoudend zullen zijn bij het gaan aanbieden van dat soort regelingen. Omdat daar door de herverdeling die plaatsvindt heb je toch risico op vertrouwensproblemen en onnodige complicaties. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat die in ons deel van het pensioenstelsel wat minder aan de orde zullen zijn. En ik denk ook dat die hun populariteit vooral ontlenen aan het vertrouwen dat daarin de verplichtstelling wat veiliger is. Maar naar mijn overtuiging zijn er aanzienlijk eenvoudiger methoden om de verplichtstelling veilig te stellen dan het compliceren van de pensioenregeling. Dat het perspectief goed is in de zin van eenvoudig en solidair, neemt niet weg dat de weg naar van A naar B nog best wel een complex is, ook voor ons. Ondanks dat onze regelingen eigenlijk al heel sterk lijken op wat hier wordt aangeboden. En het meest complexe is de vraag hoe krijgen wij onze bestaande deelnemers over van leeftijdsafhankelijke premies naar leeftijdsonafhankelijke premies. Dat is eigenlijk voor iedere bestaande deelnemer een nadelige overgang waarvoor geen compensatie beschikbaar is. En de komende decennia zal het betekenen dat er voor die groep of geld bij moet, en dat vinden over het algemeen werkgevers niet zo leuk, of minder pensioen uitkomt. Dus daar is eigenlijk geen goede oplossing voor te vinden. Dat is gewoon een consequentie van het feit dat gekozen is voor degressieve opbouw, waar de afgelopen jaren dan natuurlijk in het huidige stelsel de wetgever kiest voor tijdsevenredige opbouw. Dat is een worsteling. Wat er in het wetsvoorstel staat in termen van het voortzetten van de bestaande regeling voor bestaande deelnemers kan helpen. En dat zal voor veel werkgevers ook wel een uitkomst kunnen bieden. Feitelijk is dat gewoon het uitfaseren van meer premie erin stoppen. Want uiteindelijk ga je daar toch ook meer premie voor betalen als werkgever voor die regeling. Maar het kan een oplossing zijn. Maar we weten ook dat veel werkgevers daar niet voor zullen gaan kiezen. Omdat ze denken dat het een vreemde en moeilijk uitlegbaar onderscheid oplevert tussen verschillende groepen werknemers. Omdat de ene en ene regeling zit met een veel lagere of veel hogere premie dan de andere groep. En daarom denk ik dat diverse werkgevers zullen overwegen over te stappen rechtstreeks op een vlakke premie, een leeftijdsonafhankelijke premie. En dan komt de vraag over compensatie natuurlijk onmiddellijk in beeld. Bij de huidige wetgeving vrezen wij dat de compensatie zal plaatsvinden in de vorm van een loontoeslag en niet in de pensioensfeer. En dat is natuurlijk zonde, want we willen over het algemeen de pensioenbestemming van die premies bewaren.
Maar er zitten twee voorwaarden in aan het compenseren binnen de regeling. En de ene is dat je de compensatie ook aanbiedt aan nieuwe deelnemers. Wat in andere vormen van compensatie niet hoeft. Daar wordt je duur van. En dat je de compensatie in 10 jaar moet affinancieren. En ook dat zorgt voor ophoping van lasten voor werkgevers, waardoor het minder aantrekkelijk wordt. Dus als we graag willen dat er zoveel mogelijk wordt gecompenseerd binnen de pensioenregeling, dan doe ik een dringend beroep op u om die voorwaarden te schrappen. Ik denk dat daar geen nadelen aan zitten en wel overwegend grote voordelen. En dat we dan iets meer pensioenschade kunnen voorkomen. Een ander punt dat ik een heel belangrijke vind, ook in onze wijzigingen, is het nabestaande pensioen. Ik denk dat het een hele grote stap voorwaarts is dat we dat gaan harmoniseren. En de wijze waarop het geharmoniseerd wordt lijkt ook heel sterk op de manier waarop verzekeraars op dit moment al in een product hebben zitten. Dus dat is denk ik heel goed geregeld. Wat nieuw is, en potentieel complicerend, is dat er ook diverse vormen van nawerking in zitten. Een indirect op individuele voortzetting, een voortzetting bij instroom in de WW en dergelijke. Ik snap die wens. Het is ook wel uitvoerbaar, maar dat is wel op voorwaarde dat we de juiste data krijgen. Als wij van het UWV niet horen wie er de WW instromen en de WW uitstromen, dan kunnen we dat eigenlijk niet goed uitvoeren. En dat is een groot risico. En dat is in het huidige wetsvoorstel nog niet geregeld. Ik denk dat er ook iets geregeld moet worden met betrekking tot voortzetting bij instroom in de ziektewet en weer uitstroom van de ziektewet naar de WW. Mocht dat door u geregeld worden in het huidige wetsvoorstel, dan geldt de behoefte aan goede datalevering. Ook voor dat element van het wetsvoorstel. We hebben nog in de flexibele premieregeling natuurlijk de zegen dat klanten zelf mogen kiezen hoeveel beleggingsrisico's ze willen lopen na pensionering. Maar dat stelt ons ook wel voor een uitdaging. Dat zit in het huidige stelsel eigenlijk ook al. De premieregeling die we nu voeren, daar moeten mensen ook al keuzes maken. Dus in die zin is keuzebegeleiding niet nieuw. Maar we zien ook dat heel veel mensen gewoon zichzelf niet in staat achten of niet bereid zijn om een keuze te maken. Of denken van, nou, de wetgever heeft een default vastgesteld, het zal wel goed zijn. En voor die groep is het heel bepalend hoe die default eruit ziet. Op dit moment in het wetsvoorstel is dat de vaste uitkering. Daar heb ik op zich wel begrip voor, want dat zit ook in de huidige WVP. En als je wilt dat mensen beleggingsrisico gaan lopen, dan moeten ze daar ook bewust voor gekozen hebben. De keerzijde is dat als ze in een vaste uitkering zitten, lopen ze ook risico, namelijk het inflatierisico. En dat is in feite een veel gevaarlijker risico, want dat zien ze veel minder, zijn ze veel minder van bewust. Dus in die zin is het wel de vraag of het nou verstandig is dat die default de vaste uitkering is. Er is geen perfecte oplossing voor, dus we moeten denk ik zoeken naar een optimum. En wij geven in overweging toch ook in die default uitkering een stukje door te beleggen, zodat je zeker in deze tijden van inflatie nog iets van koopkrachtbehoud kunt nastreven voor die mensen die, ik moet gaan afronden, voor die mensen die geen bewuste keuze maken. In het kader van het afronden ga ik voor de ZZP'ers geheel verwijzen naar de inbreng van mevrouw Drijvers uit het vorige blok. En volsta ik met nog één heel kort thema, en dat is dat wij ook graag de pensioenfondsen willen helpen bij hun transitie. En in die zin heeft het ons zeer verbaasd dat er geen ruimte is geboden in het wetsvoorstel voor een carve-out. Voor een bepaalde groep deelnemers, nu in de fondsen, met name gepensioneerden met een lage risicobereidheid, kan het veel eenvoudiger en veiliger en efficiënter zijn om die aanspraken onder te brengen bij een verzekeraar. Die mogelijkheid wordt nu uitgesloten. Dat zou een optie erbij zijn die volgens mij voor alle partijen aantrekkelijk is. En ik zou u ook zeer willen aanraden om die optie alsnog toe te voegen. Dank u wel, meneer Herbert. Als laatste van de zijde van de genodigden, de heer Van der Steeg. Het Nederlandse tweede pijler pensioenstelsel is van oorsprong gebaseerd op maximale solidariteit, waarbij deelnemers gezamenlijk een pensioenvoorziening opbouwen, afgesproken door sociale partners en collectief beheerd door verzekeraars, PPI's en pensioenfondsen. We wisten waar we aan toe waren, want de route lag vast. De aankomsttijd was duidelijk, net als een reis per trein als het ware. De financiële crisis van 2008, de monetaire verruiming die daarop volgde, alsmede de scherpe daling van de rente, hebben ertoe geleid dat het stelsel die verwachting van een welvaartsvast pensioen niet meer kon waarmaken. Ook is het huidige stelsel niet ingericht op de sterk veranderende arbeidsmarkt. De trein werd noodgedwongen een bus, met meer wendbaarheid. Het spoorboekje werd een indicatieve tabel, de chauffeur kon tussentijds in noodgevallen het parcours aanpassen en de aankomsttijd werd daarmee onzekerder. De wet Toekomst Pensioenen probeert een oplossing te bieden voor deze ontwikkelingen door de voordelen van het collectief te combineren met het maatwerk van een individueel stelsel. Het product is, en met name dan de solidaire premieovereenkomst, zeer complex geworden. Een elektrische bus met nooit eerder vertoonde features, als het ware. Een significant deel van de oude dag van ons allen ligt in de handen van de professionals die dit moeten implementeren en uitvoeren. Zo beweegt ons pensioenstelsel, het mooiste ter wereld, langzaam van losse reisdiensten richting een totale mobiliteitsoplossing, zou je kunnen zeggen. Enkel een treinreis, hoe betrouwbaar ook, brengt je niet van deur tot deur. Anderzijds brengt een individuele OV-fiets je niet ver genoeg om je eindbestemming te halen. Alleen wanneer alle pensioenpijlers optimaal samenwerken, komen we als burgers veilig op onze bestemming aan.
KPS geeft u concluderend het volgende mee. Solidariteit wordt in het licht van de transitie vaak omschreven als een verdelingsvraagstuk binnen een pensioenovereenkomst. Solidariteit is echter meer dan alleen deze rekensom. Wat nodig is voor een duurzaam pensioenstelsel is het vertrouwen in de kracht van saamhorigheid. Als we niet goed kunnen uitleggen wat we doen, dan wordt het moeilijk het vertrouwen te herwinnen. Over hoe we dat kunnen realiseren heeft KPS wel een aantal ideeën en daar gaan we dadelijk ongetwijfeld op in. Heer Smals. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer De Brouwer, die geen voorstander was van het stelsel, maar wel zei dat waarschijnlijk het flexibele premiecontract wellicht wel interessanter zou zijn dan het solidaire contract. Brengt mij tot een vraag die ik eigenlijk wil stellen aan meneer Noordman. Want het blijkt dat pensioenbewustzijn, hè, dat is een probleem wat wij volgens mij allemaal herkennen. En ook in het nieuwe stelsel, dat ook een oorzaak is van het feit dat er gebrek aan draagvlak is, et cetera. De vraag die ik wil stellen is, waarom heeft u in de polder er niet voor gekozen om bijvoorbeeld individuele deelnemers zelf te laten kiezen tussen het flexibele contract en het solidaire contract? Dank u wel, meneer Smals. De heer Van Kent. Ik had net al een behulpzame vraag gesteld. Ik dacht dat u mij daartoe uitnodigde. Jazeker, we kunnen hem laten staan en vraag door naar mevrouw Palland. De vraag die ik zou willen stellen, we hadden net de seniorenorganisaties aan tafel. Hè. Twee personen die samen ongeveer alle seniorenorganisaties vertegenwoordigen. En met duidelijke woorden deze wet afwijzen. Onacceptabel, onbegrijpelijke stap. Maar ook FNV Senioren die aangeeft dat ze het voorstel afwijzen. Nu zitten de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers aan tafel. En ik ben heel erg benieuwd naar hun reflectie op wat net, want ik zag dat de heren net ook aanwezig waren toen daarover gesproken werd. Ik zou heel graag vanuit de werkgevers en de werknemers daar een reflectie op krijgen. En nou, we moeten misschien maar even onderling kijken wat daarin handig is. Zullen we die vraag dan neerleggen bij de heer De Haan? Ja? Vindt u dat goed, meneer Van Kent? Ja, want ik... Uitstekend. Ja, de heer Daan. Die is voor de heer Daan. Mevrouw Palland. Dank, voorzitter. En ook aan u dank voor de position papers en uw aanwezigheid en inbreng in deze ronde. Dat nieuwe stelsel, hè, het is natuurlijk, het is groot, het is complexe materie. En nou, we hebben net ook vanuit vele seniorenorganisaties daar aarzelingen, nou laat ik het voorzichtig formuleren, met aarzelingen bij gehoord. En nou las ik in een van de position papers ook van, hè, we hebben toch een goed stelsel. En als we nou daar aan een paar knoppen hadden gedraaid, dan hadden we toch misschien daar een oplossing gehad. En ik las in die position papers ook dat het een omissie zou zijn dat andere alternatieven, zoals het kaststroomstelsel of het reëelstelsel of andere door de SER destijds genoemde opties, niet serieus in ogenschouw zijn genomen. Nou ben ik nog niet zo heel lang woordvoerder op deze thematiek, maar er is toch 10 jaar gepraat en onderhandeld hierover. Dus, maar ik was daar niet bij, maar ik wil vragen aan de mensen die wel aanwezig waren bij de voorbereiding en de aanloop naar dit wetsvoorstel toe. Of daarnaar gekeken is, dat kaststroomstelsel of een reëel stelsel. En waarom we dan hierop zijn uitgekomen. En nou ja, ik zou hem willen stellen, concreet dan voorzitter, aan de heer Feij. Die vraag staat genoteerd. Mevrouw Matoeg. Ik heb over solidariteit gehad in deze ronde. Mijn vraag gaat over collectiviteit. In het verlengde ook van het betoog van de heer Brouwer in de vorige ronde. Over waarom het zo belangrijk is om collectiviteit in het stelsel te hebben. Mijn vraag is, gezien zo'n grote groep werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen, niet onderdeel zijn van het collectieve stelsel nu. Hoe beoordeelt de heer Noordman de collectiviteit van het stelsel op dit moment en ook het nieuwe stelsel? En daarin mag ook meegenomen worden in sneltreinvaart dingen die nog gezegd wilden worden in de eerste ronde, wat mij betreft. Ik zie dat er twee vragen zijn gesteld aan de heer Noordman, van de heer Smals en van mevrouw Matoeg. Een vraag aan de heer De Haan van de heer Van Kent en een vraag aan de heer Vij van mevrouw Palland. Ik stel voor dat we eerst de vraag van de heer Van Kent pakken. Daarna overgaan op de vraag van mevrouw Palland. En dat de heer Noordman de twee vragen in één gezamenlijk kan beantwoorden. De heer De Haan. Dank voor deze vraag. En het stelt mij ook wel voor een uitdaging om deze vraag te beantwoorden. Want er is natuurlijk heel veel gezegd in de vorige sessie. En
denk dat het ook wel laat zien van soms ook wel maatschappelijk chagrijn wat er over pensioen is. Ik denk dat er ook net naar voren is gekomen inderdaad het gebrek aan indexatie sinds de afgelopen 12, 13 jaar bij een groot aantal van de fondsen. Ik denk dat daar onderliggend zit natuurlijk ook iets anders wat volgens mij ook bij jullie eerste rondetafel naar voren is gekomen. En dat is gewoon de dalende rente. Het is in die zin van een dalende rente is vervelend voor jong, het is vervelend voor oud. En dat leidt tot verdelingsvraagstukken. En dat was volgens mij in 2010. Van mevrouw Palland had het al over een 10 jaar lang durende discussie. Maar volgens mij in 2010 was het al zo dat de heer Goudswaard, niet van ja 21, maar de professor die er de vorige keer zat, een advies gaf en die zei van eigenlijk moet er naar een andere balans toe van premies die betaald moeten worden, niveau van de doelstelling en de zekerheid. En nu zitten we nog steeds in een stelsel waar wel veel zekerheid wordt gegeven, maar omdat die zekerheid een dusdanige prijs heeft, gaat dat ten koste van de hoogte van de ambitie of dat moeten we buffers aanhouden. En dat, dat leidt tot chagrijn, want die pensioenen kunnen niet worden geïndexeerd, terwijl wel het zicht is dat er hoge rendementen worden gehaald. Nou, dat is denk ik ook wel een van de belangrijke worstelingen geweest van hoe kom je dan naar een stelsel toe wat die nieuwe balans vindt. Want dan neem ik toch ook deels de vraag van mevrouw Palland mee rondom dat reële stelsel. Want vervolgens zijn er ook wel de gesprekken geweest van kan je dan ook niet het huidige stelsel aanpassen door een meer geambieerd pensioen toe te zeggen en dan een aanpassing te doen op de rekenrente. En die discussie is hier volgens mij ook veelvuldig gevoerd over aanpassing van de rekenrente. Dan krijg je toch ook discussies hoe hoog zou die moeten zijn, maar toch ook onlosmakelijk over discussies van leidt dat niet tot een herverdeling van groep A naar groep B. En die route, ja, die zagen wij toch als een lastige route, juist vanwege de herverdeling en het generationeel evenwicht tussen jong en oud om de rekenrente aan te passen. Wat ook wel in de vorige sessie naar voren kwam, ik spiekte net even mijn aantekeningen, wat door Rijn, niet de heer Rijn, die zit wel in de seniorencoalitie, maar ik bedoelde de heer Kerstens, namens de seniorencoalitie, hoorde zeggen, was dat zijn zorgen vooral zitten over de evenwichtigheid van de transitie. Gebeurt dat evenwichtig? Worden mensen daar goed genoeg in meegenomen? En over de indexatie op de wat kortere termijn. Van, ja, leuk en aardig dat er straks een nieuw stelsel is, maar wat gebeurt er in de tussentijd? Ik denk, maar dat is mijn reflectie daarop, dat op beide punten er echt wel stappen in dit wetsvoorstel zijn gezet. Als het gaat over die transparantie, het is zo dat iedere sociale partner straks een transitieplan moet gaan, gaan maken, samen met een pensioenfonds of samen met de verzekeraar, waarbij duidelijk ook het beeld komt te zien, wat krijgt ieder leeftijdscohort? Wat is het pensioenperspectief ten opzichte van het huidige en het nieuwe? En dat gebeurt op cohortniveau, maar dat gebeurt ook op individueel niveau van ieder pensioenfonds zal straks richting een deelnemer moeten laten zien, dit was uw pensioenverwachting, dit wordt uw pensioenverwachting. En daarin is ons beeld, vanuit de analyses die we tot nu toe hebben gezien, is dat er juist richting gepensioneerden dan een brief kan komen, een bericht kan komen, dat het pensioenperspectief beter is dan in het huidige stelsel. Neemt dat dan in één klap alle chagrijn weg van het niet kunnen indexeren in de afgelopen 13 jaar? Nee, want er komt niet opeens heel veel geld mee, of heel veel geld erbij. Maar het laat wel een beter pensioen zien dan in het huidige. En in die zin van, ja, dat zijn toch ook altijd discussies over maatvoering. Ik realiseer me dat ik relatief lang aan het woord ben geweest. Zo is de heer Van Kent. Die vraagt om een reflectie op het vorige punt. En u kunt nooit volledig zijn. En ik weet dat de heer Van Kent straks gaat vragen om een reflectie van een reflectie. En zo zijn we denk ik even bezig. Meneer Van Kent. Mijn vraag was iets specifieker. Hè? Van, kijk, werkgevers en werknemers hebben samen met het kabinet een akkoord gesloten. Daar is een wet uit voortgekomen die nu voor ligt. En net hebben we alle seniorenorganisaties gehoord die het finaal afschieten. En mijn vraag is, brengt dat u aan het twijfelen? Wat doet dat met u? En ziet u dan ook dat het akkoord wat gesloten is en de wet zoals die nu voor ligt afgeschoten wordt door een hele belangrijke partij in deze, namelijk de gepensioneerden? De heer De Haan, u heeft de position papers kunnen lezen en ik heb ook verschillende van onze genodigden aan deze tafel ook al antwoord horen geven op die vraag in hun inbreng. Maar toch, kort de gelegenheid voor de heer De Haan. Doet dat aan het twijfelen? Nou, je luistert goed, maar ik heb ook heel veel zorgen gehoord die bij ons de afgelopen jaren steeds over tafel zijn gekomen en waar we heel bewust ook soms een andere afslag hebben genomen. En daarom zeg ik nog steeds van hier ligt echt een goed wetsvoorstel, omdat het ook antwoord biedt op een aantal van de uitdagingen
die ik ook in de vorige sessie hoorde zitten, van duidelijkheid over premieinleg, toch eerder kunnen indexeren. Dus doet het aan twijfelen? Nee, maar ik zie wel dat daar een enorme uitdaging nog zit in het goed kunnen meenemen van naar alle groepen, maar ook in de uitleg zometeen in de praktijk. Wat betekent het nou voor de individuele gepensioneerden? En ik zie daarin wel ook een oproep, juist ook vanuit de vorige sessie, om daar heel veel energie in te steken. Dank u wel. Meneer Vij, op de vraag van mevrouw Palland. Ja, dank u wel, mevrouw Palland, voor uw vraag. Er wordt inderdaad al 13 jaar lang gesproken over aanpassingen. Er ligt nu één hoofdrichting in de wet vervat. Hè, en waarom niet anders, als ik uw vraag goed beluister. En er is al veel langer gesproken natuurlijk ook over het kaststroomstelsel. Want als je het even heel simpel beschouwt, wordt er op dit moment ongeveer evenveel premie ingelegd met z'n allen dan dat pensioen wordt uitbetaald. Er is een enorme buffer aan vermogens van de pensioenfondsen. Met andere woorden, wat is het probleem? De pensioenen kunnen verhoogd worden. En zo kun je er inderdaad naar kijken. En toch is er niet gekozen voor dat kaststroomstelsel. En steunen wij dat ook. Omdat als je doordenkt van wat dat betekent, dan betekent dat alle deelnemers, iedereen, ook afstand doet van zijn pensioenaanspraken. Dan zijn die op dit moment niet keihard. Hè? Je hebt niet recht op een bepaald pensioen wat geïndexeerd wordt, omdat het te duur is of je pensioen veel te laag is. Maar op het moment dat je overstapt naar zo'n kaststroomstelsel, dan heb je dus ook echt formeel geen aanspraken. En nou, als je op leeftijd bent en er is een grote buffer, ja, dan kun je vanuit jezelf geredeneerd dat risico aanvaardbaar achten. Maar het is zeker voor de jongere generaties, en dit stelsel doe je ook voor tientallen jaar als het goed is, is dat niet goed. En daarom is in deze richting die gekozen is, en daarmee kom ik op uw vraag over het reële pensioen, wordt wel degelijk de verbinding tussen de reële economie en de financiële markten, die, of je het leuk vindt of niet, superbelangrijk zijn. Dat zien we afgelopen weken enorm. Als de beurzen omhoog gaan, als de rente verandert, heeft dat enorme gevolgen voor de vermogens van de fondsen. Dat die verbinding tussen de vermogens van de fondsen en de deelnemers, die wordt directer. En daarmee voorkomen we het chagrijn en de terechte kritiek van hoe bestaat het nou dat de fondsen de afgelopen 13 jaar veel rijker en gezonder zijn geworden en de mensen armer. Dat is niet de bedoeling. En dat gaat met het nieuwe stelsel veranderen. Ben je dan van alle problemen af? Nee, ik krijg ook andere problemen. Maar in de kern is dat wel een hele grote verbetering. Dank u wel, meneer Vijen. De heer Noordman. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u, mevrouw Matoeg, voor de vraag. Die collectiviteit, hoe kijken wij daar tegenaan? En de heer Brouwer gaf al aan, de verplichtstelling is in ons stelsel uitermate belangrijk. Dat geldt natuurlijk vooral voor die grote sectoren waar de verplichtstelling zo werkt dat iedere werkgever in zo'n sector verplicht is om dezelfde pensioenregeling erop na te houden en zich daarbij aan te sluiten. En wat dat betekent is dat de arbeidsvoorwaarden op pensioengebied in ieder geval voor al die werkgevers gelijk zijn. En de arbeidsvoorwaarde pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde. En we zien niet voor niks dat in de huidige samenleving en de huidige arbeidsmarkt, door de flexibiliteit, door allerlei constructies, onder andere de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde wordt ontweken. Juist vanwege die kostprijs, ongetwijfeld. Met grote schade voor de betreffende deelnemers. Dus verplichtstelling is belangrijk als grote paraplu. Maar we hebben met z'n allen, denk ik, en dat is in ieder geval door sociale partners met elkaar afgesproken en ook is het kabinet het daarmee eens, dat we gaan proberen om ook voor zelfstandigen die toegang tot die tweede pijler beter te maken, zodat ook zij kunnen profiteren. We hebben net ook gehoord dat zeg maar vanuit de groep zelfstandigen verbetering van het verblijf in de regeling, de voortzetting van een pensioenregeling als je een keertje in die sector gewerkt hebt, dat die mogelijkheden liefst vergroot zouden moeten worden. Nou, dat helpt. Maar ook een toetreding tot een sector, verpleegkundigen die toch heel vaak, ook als zelfstandigen, gewoon in de zorg blijven werken, zou het fantastisch zijn als die gewoon bij het betreffende pensioenfonds aangesloten kunnen blijven. Zoals schilders nu via de verplichtstelling voor schilders in het schilderspensioenfonds pensioen kunnen blijven opbouwen. Datzelfde geldt, en daar heeft Maurice de Jong in de eerste ronde de nadruk op gelegd. Al die jongeren die nu
met weinig interesse in pensioen. Dat doe je als je jong bent. Dan heb je daar geen interesse in. Het is nog zo ver weg, daar ga je niet over nadenken. Maar in die nieuwe wet wordt het inderdaad een stuk belangrijker dat je vanaf dag 1 dat je werkt pensioen kunt opbouwen. Het is ook een vorm van gelijke behandeling. Waarom hoeven werkgevers aan een jongere geen pensioenpremie te betalen en aan oudere werknemers wel? Dus het zou goed zijn als die toegang tot de pensioenregelingen voor jongeren aanzienlijk worden verbeterd. En ik heb al aangegeven in mijn betoog dat de schijnzelfstandigen zo snel mogelijk via het MLT-advies van de SER tot pensioenregelingen toetreding moeten krijgen. Gewoon omdat ze werknemer zijn en geen zelfstandigen. Dank u wel, meneer Noordman. Ik kijk even naar de overige twee gasten. Er was nog een aanvullende vraag. Ja, klopt. Van de heer Smals. Klopt. Gaan we eerst doen. Die vraagt zich af. Is de flexibele regeling niet beter dan de solidaire regeling? Daar kan ik helder over zijn. Dat denken wij in ieder geval van niet. En dat heeft deels te maken met hoe mensen aankijken tegen pensioen. Wat de wensen zijn van mensen. Die hebben wij ook vrij uitgebreid geïnventariseerd binnen de FNV. En dan zeggen mensen, wij willen geen pech- en gelukgeneraties. Mensen in een slechtere economische situatie moeten een vergelijkbaar pensioen kunnen opbouwen als mensen die toevallig in een betere economische situatie een groot deel van hun werkzame leven doorbrengen. We willen kortingen proberen te voorkomen. Kortingen komen veel harder aan bij mensen dan dat je kunt goedmaken met verhogingen. Dus dat betekent dat je iets moet doen om dat mogelijk te maken. Mensen willen beleggingsrisico's delen. Mensen vinden beleggingsrisico's echt eng. En terecht, want de meeste mensen doen dat niet goed. We zien dat aan hoe privépersonen beleggen. Dat gaat meestal niet zo goed, terwijl de rendementen van de pensioenfondsen er over het algemeen vrij stabiel uitzien, omdat daar meer mogelijkheden zijn, meer strategie is en de kosten door de collectiviteit ook kunnen worden gedrukt. Maar die risico's die blijven en die willen mensen graag met elkaar delen. En onderzoek heeft aangegeven dat de solidaire premieregeling ongeveer 3% beter pensioen oplevert met dezelfde premie dan de flexibele pensioenregeling. Er zijn natuurlijk ook wat voordelen van de flexibele regeling. Maar het is duidelijk dat als je voor de solidaire kunt kiezen, dat een betere keuze is. Dank u wel, meneer Noordman. Een korte aanvullende vraag van de heer Smals. Ja, eigenlijk het belangrijkste gedeelte van mijn vraag was waarom er niet overwogen is om de individuele deelnemer die keuze te laten. Omdat dat ook dan direct het pensioenbewustzijn vergroot en ook betrokkenheid bij het pensioen vergroot. De heer Noordman. Dat, heel simpel, dat zou betekenen dat bij iedere werkgever er twee pensioenregelingen in stand gehouden moeten worden. Met alle consequenties van dien voor kostenniveau, voor draagvlak, voor kosten van beleggingsmogelijkheden die ongelooflijk gaan verschillen. En zeker op het moment dat je in de flexibele regeling dan ook nog op individueel niveau je beleggingsrisico kunt kiezen, dan wordt het nog complexer en dus nog duurder. En dat is zonde van het geld, want dat kunnen we beter besteden aan het pensioen. Dank u wel, meneer Noordman. Ik ga naar de volgende ronde. De heer De Jong. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Mijn vraag is aan de heer Noordman. Ik zit de position paper te lezen en staat er: stel mensen centraal. En nu is mijn vraag, kan de heer Noordman zich voorstellen dat mensen zich niet centraal gesteld voelen, maar aan de kant? Als het gaat om de ouderen. De steun van alle oudere organisaties is ingetrokken als het gaat om het pensioenakkoord en de pensioenwet. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met, voorzitter, een citaat die ik rechtstreeks van de FNV-website afhaal. En ik citeer dus: maar ik zie ook dat de flink opgelopen koopkrachtachterstand van gepensioneerden nog lang niet wordt gerepareerd. Daarom zijn er dringend aanvullende maatregelen nodig om koopkracht van alle huidige en toekomstige senioren fors te verbeteren. Je zult maar 10 jaar geleden met pensioen zijn gegaan en elk jaar je aanvullend pensioen minder waard hebben zien worden. Dan wil je toch wel eens eindelijk compensatie. Einde citaat. Mensen centraal stellen is ook je aan de belofte halen. Is de heer Noordman met de FNV bereid om zich aan die belofte te houden? En zo niet,
Want we zien nu ook aan de AOW dat die niet eens wordt gekoppeld aan het minimumloonstijging daarvan. Om zijn steun in te trekken met betrekking tot het niet nakomen van zijn eigen eerdere gedane toezeggingen. Of hoe zeg je dat, beloftes naar die achterban. En zou het niet verstandig zijn om de mensen echt centraal te stellen. En dus de ontbrekende steun van de seniorenorganisaties te harte te nemen en de steun in te trekken. Dank u wel. De heer Omtzigt komt zo even terug. Hij heeft een kort interviewtje. Hij heeft zich geëxcuseerd. Mevrouw Katzman. Ja, voorzitter. Ik wilde eigenlijk aan de heer Vij vragen, omdat de Partij van de Arbeid het heel belangrijk vindt dat iedereen pensioen opbouwt, ook die ZZP'ers. En de heer Noordman heeft net al uitgebreid eigenlijk verteld wat hij vindt, wat daar wettelijk voor moet gebeuren. Ik zou graag van de heer Vij willen weten hoe hij daarin staat. Maar deze commissie staat ook wel bekend om goed gastvrouwschap. En daarnet heeft de heer Noordman die kans op die wildcard gekregen. Terwijl de heer Van der Steeg eigenlijk eindigde met hetzelfde, maar niet het woord wens gebruikte, maar idee zei. Dus ik wil ook op zich mijn vraag daarvoor inleveren en de heer Van der Steeg dezelfde wildcard bieden. Omdat we niet voor niks een ronde tafel hebben. Mevrouw Van Beukering. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de insprekers. Ik kan natuurlijk een list bedenken, ze alle vijf. Een soort van vraag stellen, dat ze op elkaar kunnen gaan reageren. Dan hebben we dat natuurlijk ook meteen mee. Ik wil het eigenlijk even over de jongeren hebben. Ik zit nog even na te denken aan wie ik het beste die vraag zou kunnen stellen. Er is natuurlijk alweer gesproken over gepensioneerden. Er is gesproken over ouderen. Er is gevraagd of er spijt is. Ik hoor eigenlijk, één keer heb ik het woord jongeren wel net gewoon gehoord. Maar ik wil even horen, hoe zijn ze betrokken bij de totstandkoming van dit akkoord? En ik stel hem lekker open, voorzitter. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ze bij de uitvoering betrokken worden? Gaan ze meedenken over de solidariteitsreserve? Want dit gaat natuurlijk ook over solidariteit. Dus ik ben wel even benieuwd. Misschien hebben we het bij de totstandkoming van het akkoord en de wet niet helemaal goed beetgepakt. Maar hoe zouden we dat dan de komende periode wel kunnen gaan doen? Want ik denk dat wij ook wel als Kamerleden, als we het hebben over de intergenerationele solidariteit, dat ik ook wel even een lans wil gaan breken voor mijn dochter die 18 is en nog geen pensioen aan het opbouwen is. Dank u wel, mevrouw Van Beukering. Ik stel voor dat we deze vraag beleggen bij de heer Van der Steeg. Ja, dat gaan we doen. Ik geef eerst het woord aan de heer Noordman op de vraag van de heer De Jong. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, de heer De Jong. Ouderen aan de kant, absoluut niet de bedoeling en ook niet door ons gedaan. Ouderen zijn bij alle discussies ook binnen de FNV betrokken geweest, maar we luisteren ook naar de ouderenorganisaties. En ja, wij kunnen ons heel goed voorstellen dat als je 13 jaar niet wordt geïndexeerd, terwijl het idee toch was, ook bij de instelling van dit pensioenstelsel, dat we koopkrachtig pensioen zouden organiseren, dan is dat een zure situatie. Zuur en voornamelijk veroorzaakt door de continue rentedaling. De lage rente is niet eens het grootste probleem, maar de rentedaling is het grootste probleem. Die 13 jaar lang heeft veroorzaakt dat fondsen niet mochten indexeren, maar wel rendement mochten maken. En natuurlijk begrijpen wij dat mensen dat niet meer begrijpen. En dat is waarom wij ook het systeem willen veranderen. Dan moet je in het huidige stelsel die combinatie van zekerheid en rekenrente, daar moet je iets aan doen. En dat doen wij in dat nieuwe voorstel. Dat is, we gaan beleggen met pensioengeld. We gaan zorgen dat eerder de rendementen bij de mensen komen. We weten dat we dan niet meer de 100% zekerheid of de garantstelling van het oude stelsel, die ook niet helemaal 100% was, dat we die moeten opgeven. Maar daarvoor in de plaats gaan we het wel solidair doen, waardoor we verlagingen zoveel mogelijk kunnen voorkomen, risico's met elkaar kunnen delen en uiteindelijk geld van de pensioenfondsen sneller bij de mensen kunnen brengen. En om even het plaatje te schetsen, want het idee is van stel dit voorstel dan af. Als we dat zouden doen, dan blijven we zitten in het huidige stelsel. Dan kunnen we pas indexeren van 110%
dekkingsgraad en toekomstbestendig. En door de stijging van de rente is de volledige indexatie inmiddels niet meer van toepassing bij 125% dekkingsgraad, maar bij 140. Dat betekent, dit stelsel is heel slecht als het gaat om de rentegevoeligheid. Dat is enorm en daarom willen we overstappen naar het stelsel waarin we zorgen dat we op een solidaire manier sneller rendementen van pensioenfondsen en we beleggen omdat we vertrouwen hebben in dat dat meer opbrengt dan dat het kost, vaker verhoogt dan verlaagt. Zolang we die verwachting hebben, kunnen we dat geld sneller bij mensen brengen en zorgen toch uiteindelijk voor stabiele pensioenen, maar wel die dichter bijkomen qua indexatie. En dat laten we al zien met de algemene maatregel van bestuur die is voorgesteld, waarmee we al een beetje vooruitlopen op dat nieuwe stelsel waarin het sneller gaat, de indexatie al vanaf 105 kan plaatsvinden en zonder dat toekomstbestendige, die toekomstbestendige eis die de indexatie ook nog eens een keertje belemmert. En dat betekent dat de wet toekomst pensioen is de snelste weg naar indexatie en verhoging van de pensioenen. En dat is waarom wij vasthouden en voorstellen ook aan de Kamer om die wet zorgvuldig te behandelen, maar wel het tempo erin te houden. Zeker ook eerlijk blijven. Ik zeg ook, het gaat vaker om hoogte naar beneden. Ik heb net ook in mijn eerste verhaal aangegeven dat met goede maatregelen in de solidariteitsaanpak met de solidariteitsreserve je de verlagingen nog verder kunt terugdringen dan in het oude stelsel. Dat heeft Ortek aangetoond, daar ga ik maar even vanuit. En dat betekent dat daar mogelijkheden zijn om dat met vertrouwen van mensen ook daadwerkelijk waar te maken. En dat mensen er vandaag geen vertrouwen in hebben, dat begrijp ik ook wel. De complexiteit, daar heeft iedereen het ook over, is gigantisch. Daar hebben we gelukkig heel veel deskundigen voor. Daar hebben we ook sociale partnerorganisaties voor die daar deskundigen voor ingehuurd hebben. Jong en ouderen. Daar is dit het resultaat van. Ja, het is nog steeds ingewikkeld. Pensioen blijft ook ingewikkeld. Maar ik denk dat we dit stelsel wel kunnen uitleggen, ondanks de ingewikkeldheid. Meneer Noordman, dank u wel. En u weet ook dat het goed gebruik is, meneer Van Kent, om niet even buiten de microfoon te roepen. Dus ik wil u echt verzoeken om dat niet meer te doen. De heer De Jong, een vervolgvraag, kort alstublieft. Ja, voorzitter, ik zit met het probleem dat die uitspraak waar ik net zojuist aan refereerde was 2019-2020. Dus er is een belofte gedaan aan de ouderen, van joh, als we naar het nieuwe stelsel gaan, dan gaan we de achteruitgang van die afgelopen 10 jaar gaan we repareren. Niet gebeurd. Het gebeurt nu niet. Sterker nog, de hele aanleiding, u bent nu een casinopensioen aan het verdedigen. Dat is namelijk precies hetzelfde verhaal als een aantal jaren geleden, waarin u zei, wat er nu gebeurt met het stelsel, als we naar een nieuw stelsel toe gaan, dan wordt het meer afhankelijk van de beurs. Dat is veel meer onzekerheid. Die onzekerheid moeten we bewaren. Nu verdedigt u het dat die zekerheid wordt weggehaald. En nu vraag ik één specifieke, duidelijke vraag. Wanneer is dan die reparatie? Hoe gaat u die 20% reparatie, hoe gaat u die inlossen? En als u die niet kan inlossen en u ziet dat u de senioren bent kwijtgeraakt en het vertrouwen in het pensioenstelsel is gekeld van hier tot aan Tokio, waarom trekt u dan niet die wet of uw steun in die wet in en gunt u de politiek wat meer tijd om binnen het huidige stelsel aan de wensen te voldoen? Bijvoorbeeld door de rekenrente aan te passen, zodat sneller kan worden geïndexeerd en kortingen kunnen worden voorkomen. Waarom doet u dat niet? De heer De Jong, u heeft uw vraag gesteld. De heer Noordman. Een heel kort antwoord. Dat hebben wij 10 jaar geprobeerd. Daar is geen politiek draagvlak voor om de rekenrente even aan te passen. En dat betekent dat we een andere weg gezocht hebben om een evenwichtig stelsel te creëren waarin inderdaad rendementen van pensioenfondsen, waar we allemaal van willen profiteren, dat die ook daadwerkelijk bij de mensen gaan komen. En dat is wat het huidige stelsel gaat doen. En of we 100% de indexatie die gemist is kunnen compenseren, dat is onduidelijk. En dat zal altijd onduidelijk blijven zolang we op rendementen van beleggingen moeten bouwen. En dat kan ook nooit een harde belofte zijn geweest. Want
afhankelijk zijn van rendementen betekent dat er onzekerheden zijn. De heer Vij, een vraag van mevrouw Katteman. Dank u wel, mevrouw Katteman, voor uw vraag over de ZZP'ers. Dat is een hele grote groep mensen, meer dan een miljoen mensen. En wat echt gerelateerd is aan deze wet, is dat we graag willen dat de mensen meer bewust zijn van hoe het er bij hun voor staat wat betreft pensioen. En we zien en ervaren, en daar is ook al begrip voor, dat mensen dat te vaak gewoon niet op het netvlies hebben staan, of het wel weten, maar het eigenlijk wegduwen. Dus op het moment dat je bij aanstelling of op het moment dat je betaald wordt, te zien krijgt dat je geen pensioen opbouwt. Dat is voor de mensen die wel een loondienst hebben, maar op flex werken. Dus daar hebben we het over de grijze flex, iets anders dan ZZP'ers. Is dat gesprek over waarom heb ik geen pensioen, dat hoort toch ook bij werk, wordt makkelijker gemaakt. Dus dat is iets, een punt wat we bij deze wet graag door u bekeken zouden willen hebben. Dan wat betreft de ZZP'ers zelf. We zien nu dat ZZP'ers veel te lastig toegang hebben tot betaalbare inkomensvoorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat is bijna niet te betalen als je dat voor jezelf moet gaan regelen bij een verzekeraar. En als je dat samen doet in het pensioenfonds, dan is dat vele malen goedkoper. Heb je het gewoon goed geregeld. Dus die toegang van ZZP'ers tot niet alleen ouderdomspensioen, maar ook arbeidsongeschiktheid, ziekte, die moet echt drastisch verbeteren. Of dat met de experimenten die we nu hebben gaat gebeuren, dat is echt de vraag. We zien de toeloop daartoe nog dat die echt veel te klein is. Maar dat is wel iets wat moet gebeuren. Maar dat hangt ook vooral samen met het punt wat ook al eerder genoemd is. Hoe de arbeidsmarkt hebben in Nederland, hoe die zich ontwikkelt. We zien dat ook de fiscaliteit rondom arbeid voor grote problemen zorgt. Dat mensen inhuren als ZZP'er een stuk goedkoper is dan mensen in loondienst hetzelfde werk laten doen. Daar moet echt naar gekeken worden. Dat moet anders worden. Die kosten moeten gelijk zijn. Zodat het ondernemerschap gebeurt vanuit motief als ondernemer. En niet vanuit een verkeerd kostenmotief. En daar is inderdaad het MLT-advies over geschreven. Dat is een enorme opgave. Om daar met nieuwe wetgeving, arbeidsrecht, fiscaal recht voor te komen. Ja, maar dat is wel echt wat het land nodig heeft volgens mij. Ik hoop dat ik uw vraag goed genoeg beantwoord. Dank u wel, meneer Vij. De heer Van der Steeg op de vraag van mevrouw Van Beukering. Betrokkenheid van jongeren in het stelsel en dat ook in de inrichting van het nieuwe stelsel, dat daar voldoende de stem van jongeren in terugkomt. Eer wie eer toekomt. Pensioenlab heeft in de vorige ronde ook meegedaan en is eigenlijk het beste voorbeeld van een initiatief om meer jongeren in onze mooie sector te laten deelnemen. Dat is een vliegwiel. In het verleden heb ik zelf ook namens jongerenbonden daar het geluid mogen vertegenwoordigen. Dus ik moet eventjes op mijn tellen letten. Met welke pet zit ik hier vandaag? Gepensioneerden hebben inmiddels een mooie zetel binnen pensioenfondsbesturen weten te bemachtigen. Evenals de werknemers en werkgevers. Voor jongeren is dat nog niet het geval. Zou zomaar, we spreken in ideeën, dat was de wildcard die ik in de volgende vraag heb gekregen. Dat zou een idee kunnen zijn. Maar een andere manier om jongeren te verenigen en zich te laten uitspreken voor een vraagstuk, zoals dat net benoemd werd, wat zo ver van hun afstaat, waar ze zich bijna niet in kunnen verplaatsen, blijft een uitdaging en dat zal altijd zo blijven. Is helaas het realistische antwoord ook. Dank u wel, meneer Van der Steeg. Wensen de genodigden te reageren op punten die zijn gemaakt of vragen die zijn gesteld? Ik geef eerst het woord aan de heer Herbert, daarna de heer Daan. Dank u wel. Ja, ik wilde met name even reageren op de discussie die net gaande was over het verschil tussen de flexibele premieregeling en de solidaire premieregeling. Daar kan uit het antwoord van meneer Noordman de indruk zijn ontstaan dat er in een flexibele premieregeling individueel wordt belegd. Dat is natuurlijk niet zo. In een flexibele premieregeling wordt ook collectief belegd. Wordt ook collectief belegd door professionals van de uitvoerders. En gaan mensen niet zelf zitten hobbyen met aandelen. Het enige verschil is dat je bij een flexibele premieregeling het rendement ook rechtstreeks toe laat komen aan degene voor die risico gelopen heeft. En dat je niet gaat schuiven tussen generaties met rendementen. En dat is denk ik een vertrouwensrisico als je dat wel doet. En daarom doen we dat in een flexibele premieregeling niet. Maar het is geen doe-het-zelf pensioen of zo, een flexibele premieregeling. Ik denk dat voor de beeldvorming nog even goed is om toe te voegen. Dank u wel. De heer Daan? En misschien nog een op aanvulling van de heer Van der Steeg op de vraag van mevrouw Van Beukering. Van hoe zijn ook jongeren betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan?
Er was ook een klankbordgroep jong-oud, waarbij diverse oudere organisaties betrokken waren, maar ook de jongere organisaties van de vakbonden, maar ook vanuit werkgevers zat daar jong management, jong AWVN, om af en toe te klankborden, om juist ook het geluid van jongeren te laten horen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat zo blijft. En nu gaat het straks van, mocht u de wet hebben behandeld en mocht die zijn aangenomen, komt er een volgende fase, dan is het meer decentraal op het niveau van de werkgever of de sector wat het best passend is. Zoals ik in mijn inleiding al zei, er worden nu ook wel voorbereidingen getroffen en je hoort daar soms ook wel mooie voorbeelden in terugkomen. Bijvoorbeeld ondernemingen die bezig zijn in een soort van spelvorm samen met hun personeel om te kijken welk van die twee contracten is nou het best passend. En dat doen ze natuurlijk niet alleen met de oudere collega's, maar daar komen ook jongere collega's op af. En ik denk dat dat soort voorbeelden ook mooi zijn om uit te dragen van ja, zo kun je ook samen tot bepaalde dingen komen. En natuurlijk ook gewoon in de achtergrondraadpleging van als er straks dat soort zaken worden gerealiseerd. Ik vul hem even voor jullie in. Dan zit er natuurlijk ook de betrokkenheid van jong en oud in. Dank u wel. Meneer Omtzigt, heeft u nog een vraag voor een van de genodigden? Ja, dank u wel, voorzitter. En dank dat u mij een gelegenheid stelt, ook al was ik er niet helemaal bij. Ik zou graag van de heer Herbert willen weten hoe hoog het nabestaande pensioen zou moeten zijn en of daar niet een minimum voor zou moeten gelden. En mochten de anderen nog een opmerking willen maken op waarom het niet gewenst zou zijn om in ieder geval een soort intern referendum bij pensioenfonds te hebben of je wilt invaren of niet. Het is een van de grootste financiële besluiten die ooit genomen wordt in je leven, of je pensioenaanspraak omgezet wordt. En waarom hebben de sociale partners daar toen voor gekozen om daar niet te werken met in ieder geval een besluit van de deelnemers? De heer Herbert. Ja, hoe hoog het nabestaande pensioen moet zijn, vind ik ook in ieder geval in hoge mate een politieke vraag. Dat wil ik niet flauw doen om de vraag terug te leggen. Maar in principe is het niet aan een uitvoerder om die hoogte te bepalen, maar in het huidige systeem aan sociale partners. Hoeveel ze adequaat vinden in termen van nabestaande pensioen. En als je dat ontoereikend vindt, zou je daar zelf misschien wat van moeten vinden. Ik denk wel dat het goed is dat er een minimum vervangingsratio is, in de zin dat nabestaanden niet in financiële nood komen op het moment dat de deelnemer onverhoopt overlijdt. Maar ik heb wel eens de indruk in deze discussie dat we via de lijn van de arbeidsvoorwaarden eigenlijk op weg zijn naar een soort volksverzekering. In de zin dat we graag alle mensen in Nederland adequate bescherming willen bieden tegen het overlijden van een kostwinner. Dat kun je deels nabootsen in de sfeer van arbeidsvoorwaarden. En wat we nu doen met allerlei vormen van nawerking van de regeling. Maar de principiële vraag is natuurlijk, is het een arbeidsvoorwaarde of is de volksverzekering wat je hier wilt organiseren? De heer Noordman op dit punt. Ja, voorzitter, dat is ook precies wat de heer Herbert zegt, waar sociale partners naar gekeken hebben. Nabestaande pensioen was heel erg afhankelijk van de niet meer of maar zeer beperkt aanwezige algemene nabestaandenwet. En het voorstel wat er nu ligt, dat is nou juist een voorstel waar we vanuit de werknemer gerelateerde of de arbeidsmarkt gerelateerde pensioenen ook dat gat van dat algemene nabestaande pensioen compenseren. En het uitgangspunt, het maximale streven, is 50% van het inkomen van de werknemer, die helaas overleden is, als levenslang nabestaande pensioen voor de partner, plus 20% per kind. Dat geeft een adequaat nabestaande pensioen voor de partner naar verwachting, wat aanzienlijk ruimer is dan in de oude regeling. En wat het belangrijkste is bij dat nabestaande pensioen en de voorstellen die we daarover doen, is dat het van tevoren eigenlijk voor iedere Nederlander duidelijk is, als je nabestaande pensioen hebt, hoe dat dan is geregeld. Als je nog werkt via een risicoverzekering, als je gepensioneerd bent via een kapitaaldekking. En niet de onduidelijkheid die er nu is, met inderdaad wat garanties waar de heer Herbert net ook al iets over zei, een paar maanden uitloop, zodat als je na een baan ergens een maandje op vakantie gaat en er gebeurt wat, dat je dan toch nog verzekerd bent. En als je aansluitend dienstverband hebt, dan is dat niet nodig en dan gaat de nieuwe verzekering direct in. En ook als je in de WW komt, dat tijdens de WW-periode inderdaad dat verzekerd is en daarvoor is een aansluiting bij de UWV hartstikke handig. Dus dat nabestaande pensioen, dat wordt meer solide, zodat mensen daar echt op kunnen rekenen. Als het dan gaat om een referendum van invaar, als ik door mag gaan, voorzitter, op de vraag van de heer Omtzigt. Er wordt bij de besluiten
die genomen gaan worden per pensioenfonds, dus de afspraken die daar gemaakt worden, wordt er door uiteraard de sociale partners gewoon de achterban geraadpleegd, zoals dat bij alle arbeidsvoorwaardenafspraken gebruikelijk is. En dat gaat ook hier gebeuren. En dat betekent dat per pensioenfonds alle leden van de bond die bij dat fonds een betrokkenheid hebben, dus ook de gepensioneerden, daarvoor zullen worden geraadpleegd. En een referendum per pensioenfonds, dat is iets wat, ja, het pensioenfonds gaat daar niet over, het is arbeidsvoorwaardenafspraak. Dus dan is het ook, zijn het ook de sociale partners die dat moeten doen. Dank u wel, meneer Noordman. We hebben nog 10 minuten de tijd. Er is ruimte voor een echt enkele vraag. En ik, aangezien de heer Omtzigter later is aangeschoven, als de andere collega's het ook goed vinden, want u heeft een vervolgvraag, denk ik, hè? Het is een vervolgvraag. De heer Omtzigt, daarna heb ik de heer Van Kent. Is er nog iemand anders van de zijde van de commissie die een vraag wil stellen? Dat is niet het geval. Dan hebben we de heer Omtzigt, daarna de heer Van Kent. Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor dat heldere antwoord. En ik snap ook wel terugleggen. Maar ik zou het wel fijn vinden om dat hier ook nagedacht wordt met z'n allen over een minimumniveau van nabestaande dekking. Mijn vervolgvraag gaat echter over dat tweede punt. In mijn ogen zijn al opgebouwde pensioenrechten zijn geen arbeidsvoorwaarden. Die zijn al toegekend. Dus over de nieuwe pensioenrechten, ja, daar kun je natuurlijk aan de CAO-tafel afspraken over maken. Daar kun je een nieuwe contractvorm voor bedenken, want dat zijn pensioenrechten die volgend jaar ingaan. Je al bestaande pensioenrechten zijn pensioenrechten die opgebouwd zijn onder een bepaald regime. En bij invaren zet je die om in een totaal ander regime. En dan heb je dus over aanspraken die voor een werknemer al gauw enige 100.000 euro's waard kunnen zijn. Zeker als dat een iets bovenmodaal inkomen is. Waarom zouden alleen de huidige leden van de vakbond gaan over het omzetten van afspraken die al eerder zijn opgebouwd? De heer Van Kent. Dank, voorzitter. We hebben verschillende zaken voorbij horen komen waarbij in ieder geval voor de SP opvalt dat heel veel gepensioneerden een onzekerder pensioen krijgen, indexatie ver weg is, dat er ingevaren moet worden zonder zeggenschap daarover, maar dat ook veel werknemers ook die indexatie missen, dat jongeren, dat punt werd net ook gemaakt door de doorsneesystematiek, een groter probleem hebben als ze in de eerste jaren van hun werkzame leven een deel pensioenopbouw missen. Er is dus kortom veel zekerheid ingeleverd. En dan ben ik heel erg benieuwd, en de vraag is voor de heer De Haan, wat nou de werkgevers hebben ingeleverd? Ik stel eerst voor dat er antwoorden komen en daarna gaan we kijken of we nog tijd hebben voor een vraag van de heer De Jong. Op de vraag van de heer Omtzigt, de heer Noordman of de heer Vij? De heer Vij. Mag, dank u wel. We hebben daar de vorige keer, meneer Omtzigt, ook kort over gesproken, over het referendum. Kijk, wat de beoordeling of het nu pensioenstelsel beter is, hè, voor de komende 10, 20, 30 jaar, is een uiterst belangrijke. En daar kun je met ja of met nee op antwoorden. Het is nu de belangrijke taak om daar de beslissing over te nemen. Misschien is het beter om het niet te doen dan wanneer je gaat werken met een opgeknipt stelsel. Dus op het moment dat je alle huidige rechten, dat is nogal wat, hè, voor 10 miljoen mensen 800 miljard euro, of hè, het zijn dagkoersen. Als je dat achterlaat en opnieuw gaat beginnen, dan werk je eigenlijk aan een enorm sterfhuisconstruct, wat 80 jaar gaat duren, want iemand van 20 hè, kan 100 worden. En dat leidt tot niet alleen enorme complexiteit in de uitvoering, maar vooral ook tot hoge kosten, straks lage rendementen, wat in een sterfhuis zit, dat moet je steeds vaster gaan beleggen, hè, levert steeds minder op. En dat is gewoon niet verstandig. Dus als je het doet, hè, dan willen wij echt dat invaren de norm wordt. En als je er niet mee eens bent, dan moet je het helemaal niet doen, lijkt me. Tenzij er bepaalde uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld een bedrijf dat niet meer bestaat en met alleen gepensioneerden. Dus er kan wel iets apart blijven, overblijven. Maar als je dat voor de grote groep gaat doen, dan komen we er echt een stuk slechter vanaf. En daarom zijn we daar ook niet voor. En dat geeft los van het organiseren van inspraken. Tuurlijk. En daarna kunt u ook direct overgaan op het beantwoorden van de vraag van de heer Van Kent. Die was aan de heer De Haan gesteld. Maar u kunt er ook beiden een antwoord op geven. Daar heeft u helemaal gelijk in. Ik heb de administratie verkeerd voorgelezen.
Een kleine aanvulling op dat invaren. Wat we nu zien, het is ingewikkeld om in te varen als er geen sociale partners meer zijn van dat oude pensioenfonds. Dus een gesloten fonds. En we zien nu een zeer forse discussie, juist bij die pensioenfondsen, die gesloten pensioenfondsen, om toch te kunnen invaren. Omdat zij ook zien hoe belangrijk het is dat pensioenvermogens bij elkaar blijven en kunnen meeprofiteren van ja, het draagvlak waar nieuwe instroom aan de onderkant is en gepensioneerden van het pensioen kunnen genieten. En dat voordeel, daarom hebben wij daar ook de norm aan gegeven. We hebben ook meteen als uitgangspunt gedefinieerd dat we de vermogens van het oude stelsel en het nieuwe stelsel bij elkaar willen houden. En dat is ook in dat invaren vormgegeven. En we zien eigenlijk de wens om in te varen nu al groter worden, doordat die gesloten fondsen eigenlijk ook willen invaren. Dank u wel. De heer De Haan. Voordat ik op de vraag van de heer Van Kind inga, die me toch ook wel wat prikkelt. Ook nog op de vraag van de heer Omtzigt reagerend in aanvulling op wat CNV en FNV net zeiden. Rondom meer de juridische vraag kunnen door middel van een wijziging arbeidsvoorwaarden ook postactieven daaraan gebonden kunnen worden. Is er ook wel een interessant advies geweest van professor Heemskerk en de heer Huig. Die zat ook in de hele set wat dat betreft. Ik denk dat het ook terugkomt aan de beantwoording die jullie kant op gaat. Wat ik nog wil benadrukken, ook het dilemma van zou je het met een referendum moeten doen, ja of nee, zit ook met de mate waarop je die hele transitie wil gaan beoordelen. Straks als sociale partners en vervolgens ook als criterium voor pensioenfondsbestuur. Dat zit toch op de totale evenwichtigheid. Van hoe kan die transitie zo evenwichtig mogelijk uitpakken voor alle belanghebbenden in het fonds. Daarvoor is dan vervolgens gekozen van ja, laten we dat dan via collectieve mogelijkheden organiseren. En het risico bestaat van als je dat door middel van een referendum doet, is dat een oplossing wordt gekozen die misschien voor een kleine groep heel nadelig is, maar voor een grotere groep weer nog het grote voordeel heeft. Dus vandaar dat het evenwichtigheid wat dat betreft centraal stond. Dan de vraag op wat hebben de werkgevers ingeleverd? In uw inleiding gaf u een beeld in ieder geval van het nieuwe stelsel waarin ik me niet herken. Van dat het allemaal veel onzekerder zou worden. Ik denk dat FNV heeft daar net al wat over gezegd. En ik denk ook dat het huidige stelsel laat zien van als we met een enorme hoeveelheid pensioenvermogen zitten en maar een heel klein premiestuurtje en je wil dezelfde ambities houden, dan kan zekerheid niet worden gegeven. In die zin van volgens mij is dat in de vorige sessie ook gezegd van als je die zekerheid wil geven, dan zal het sowieso op hele lage pensioenen zijn. Dus dat onzeker wordt, weet ik niet. Ik denk wel dat we met elkaar hebben gekeken van hoe kan je nou echt dit stelsel versterken naar de toekomst toe. En dat vraagt voor werkgevers, vraagt dat soms ook wel een investering. Van de heer Herbert had het al over bijvoorbeeld de werkgevers die momenteel een PPI hebben, of bij een PPI-regeling hebben, of bij een verzekeraar. Ja, die zitten zometeen ook met een transitie, terwijl ze ook zeggen van ja, wij hebben al een modernste regeling. Waarom doen we dat toch? En ja, waarom zijn we dan toch ook als werkgevers, als VNO-NCW en MKB Nederland, voor dit stelsel? Dat zit toch ook een beetje op de stip op de horizon. Waar wil je naartoe? Want het zal straks toch ook wel richting werknemers en ook nou, voor het hele systeem echt wel goed zijn dat het straks heel simpel is dat iedere werkgever tegen een werknemer kan zeggen, als u bij mij in dienst is, dan is de pensioentoezegging een x-percentage van het salaris. Dat wordt een stuk helderder. Betekent dat er allerlei stappen gezet moeten worden in de transitie? Ja, maar voor het grotere goed staan we echt achter dit akkoord. Dank u wel, meneer De Haan. We zijn eigenlijk aan het einde gekomen van de tijd die er voor dit rondetafelgesprek staat. Ik wil onze genodigden, de heren Noordman, Vij, De Haan, Herbert en Van der Steeg van harte bedanken voor hun inbreng en voor het beantwoorden van de vragen. Ik wil uiteraard de commissieleden bedanken voor hun spitsvondige vragen. Publiek op de publieke tribune die na lange tijd weer aanwezig mocht zijn bij een rondetafelgesprek. Ook heel erg bedankt. En uiteraard de kijkers thuis van harte bedankt. Dat mag niet. Ook onze bode en ook onze griffier en kennisspecialist van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ik van harte bedanken voor hun bijdrage. En als laatste om niet te vergeten de voorbereidingsgroep die veel werk heeft verricht om dit mogelijk te maken. Allen van harte bedankt. Ik zou zeggen wel thuis en een hele fijne avond. Ik sluit hierbij de vergadering. U ook bedankt als voorzitter. Thank you.